Welkom bij aflevering 137 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met mijn beste maten, de gebroeders Slachter, Bert en Peter. Daar zijn ze weer hoor. Kijk eens. Yo, insgelijks trouwens. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, dat is altijd fijn. Een heb je aan, lekker kleurtje, lekker zomers. Ja, lekker. Dus weer eens even wat anders dan die blauwe en zwarte dingen. Eventjes gewoon lekker pastelkleurtje. Word je gewoon blij van. Ja, precies. Beetje vrouwelijk, net als het kapsel van jou. Ik vind dat je... ja, voor de uitzending zei hij al dat ik zo'n secretaresse zou kunnen worden van iemand. Ja, maar hij heeft zoveel volume in zijn haar. Je hebt echt per ongeluk de shampoo van je vrouw gepakt of zo. Nee, het is niet eens kortpittig. Ja. Het is prachtige lokken. Ja, maar weet je wat nou bizar is, jongen? Ik denk, ja, zeker toen ik 18, 19, 20 was, had ik echt krullen. Echt, maar ook echt krullen. Weet je ja, nou, maar die heb je nog steeds wel. Nou, maar je zit een goede krul in. Wel slag, inderdaad. Wel slag. Maar ik vind dat jouw baard goed kleurt bij je trui. Dat oranje, dat komt wel goed uit zo. Mijn baard is niet oranje, hoop ik. Mijn hoofd misschien, maar mijn baard niet. Hey jongens, ja, weet je wat? Ik doe gewoon eerst eventjes wat we altijd doen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger, Leopard, Maven 11, Wordproof en Blocks. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Weet je wat ik nou mooi vond, Bert? Jij zat toch van de week op de radio, 's ochtends om 5 uur, for whatever reason. Ja. Maar goed, je was op de radio en die jongen die jou interviewde, die zei van, joh, je doet natuurlijk lekker cryptisch en je schrijft artikelen en je zit bij de podcast. Dat noemde hij ook, dat was hartstikke grappig. En hij zei ook, ik heb wat artikelen gelezen en ik heb een stukje van de podcast geluisterd tijdens het wandelen of zo, zei hij. En het enige punt wat jij uit de podcast noemde was de disclaimer. Vraag ik me af hoe lang die geluisterd heeft. Maar je moest er erg om lachen in ieder geval. Ja. En zei, jullie zeggen ook, of jij zegt ook van, dat het een persoonlijke titel is. Dacht ik, en daarna gaan we nog 2,5 uur door vaak. Maar dat had zoveel indruk gemaakt. Dat, een hele korte wandeling was het. Ja, inderdaad. Maar het ook niet door dat dat Bart is in plaats van Bert. Ja, oké, maar dat kan ik je vergeven. Weet je, dat vind ik allemaal prima. Maar ik vond het gewoon zo grappig dat de disclaimer was blijven hangen. Van al die dingen die we elke week te eten is slingeren. Dat hetgene was dat hij dacht van ja... Daar moeten we eventjes straks even een vraagje over stellen. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshiradio.nl en lekkercryptisch.nl natuurlijk. Want daar, jongens, daar gaan we straks ook wel weer wat dingen behandelen, denk ik. Een heel goed artikel van Pete deze week weer. De intrinsieke waarde van Bitcoin, erg leuk. Volgens mij gisteren online gezet, gisteravond, vanochtend of zo. Nee, iets in die richting. Ja. Vanochtend. Ja, best wel een tijdje bezig geweest. Maar goed, ja, dat komt straks misschien wel langs in het fut-uurtje. Ja, nee, zeker. En ik denk dat het een erg leuk artikel is. Want wat grappig was, het gaat over intrinsieke waarde van... gaat over intrinsieke waarde überhaupt. En ook die van Bitcoin daarmee natuurlijk. En net in het channel werd er weer een bericht gepost. Of een screenshot of een pdfje van een blog. Een soort column-achtig dingetje van de head of investment of zo, van ING Private Banking. Die stond in ieder geval in de nieuwsbrief van ING Private Banking en het was een hoge pief bij die ING. En dat versturen ze dan naar die klanten die daar private banken of zo, whatever, zoiets in die richting. Maar goed, daar ging het ook weer heel erg over die intrinsieke waarde. En ja, en ik vond het zo jammer, want dan denk ik van, je ziet dat die gozer capabel genoeg is om het te snappen, of het misschien zelfs al snapt. Maar het dan niet wil snappen of zo. En dan toch weer grijpt naar manies en tulpenbollen. En, ja, weet niet. Nou goed, en dat artikel van jou bespreekt heel goed... Ja, hoe je ernaar zou kunnen kijken. En ja, ik weet niet. Ik vind dat fijn dat... Waarschijnlijk ook hoe hij ernaar kijkt. Ja, inderdaad. Vanuit een aantal perspectieven is het best logisch om dat soort uitspraken te doen namelijk. Ja, dus goed. Ja, Bert... Maar daar komen we straks nog wel op terug op het artikel ook. Dus dat is leuk. Dus laten we die even bewaren. Wat ik nog wel even leuk vind om te melden. Vorige week hadden we het in de podcast over inflatie. Ja. En daar heb ik heel veel reacties op gehad. Echt cool. Echt tof. En zondag, denk ik, is het artikel waar we het over hadden, ook van die gaat komen. Die hebben we live gezet met een draadje. En daar heb ik ook echt onwijs veel leuke reacties op gehad. Ook van buiten de Bitcoin-wereld. Dus dat is wel echt tof. Dus daar ook iedereen die luistert en erop gereageerd heeft, ook in de chat, dank daarvoor. Dat is gewoon wel ook door ieders... kritische blik is het beter geworden. En ik was toen die zondag ook bezig even met net even een ander onderwerp, hoor, maar nog wel gerelateerd wat je net zei, Bart. Met mijn kinderen die hun zakgeld willen omzetten naar sats. En, willen de kinderen dat of wil papa dat heel graag? Nee. Nou ja, papa die heeft het natuurlijk wel eens over. Want in dat zat. Dus we waren 2 weken geleden of zo een rondje aan het wandelen. En toen hadden we het over sparen. Wat heb je nou? Ja, nou weet je, de oudste die heeft net iets heel vets gekocht. Dus zijn spaargeld is op. Dus voor hem was het even niet zo heel relevant. Maar de middelste die had wat spaargeld. Wat moet ik daar nou mee? Nou, dus we hadden het over dat je dan sats koopt. En dan later weer euro's kunt terugkopen. Dus dat hebben we gebouwd. Hebben we gemaakt. Ja. Ik ben een wisselkantoortje samen met mijn vrouw. Wij hebben allebei het Blue Wallet. Dezelfde ding. En zij hebben ook op hun device hebben ze een Blue Wallet. En als ze bijvoorbeeld een euro zakgeld willen omzetten naar sats, dan komen ze met die euro bij mij. Hier, euro. En dan maken ze een invoice. En dan scan ik die. En dan hebben ze 350 of 3500 op dit moment sats erbij. En daar pak jij dan dus ook als een echt wisselkantoor 25% fee over, neem ik aan. Minstens. Nee, nou ja, dus ja, dat wil ik trouwens. Nee, maar dat doe ik niet. Zij mogen zelf de koers opzoeken. Dus eerst had ik in TradingView een ding voor ze gemaakt. 100 miljoen gedeeld door BTC-EUR. Nou, dan krijg je ook de koers in sats. En later is natuurlijk de hele toffe site die Jorijn gemaakt heeft. Sat.trading is het, geloof ik. Ja, sats. Ik ga verder. Ik zoek hem even op. Sat.trading. En daar kun je dus zien, 1 euro is zoveel sats. Of 5 euro. Dus ze kijken dan. Dan zitten ze die koers te kijken. Ja, hij daalt. Dit is een goed moment. Weet je wel. Geweldig. Nou, dan komen ze sats kopen bij me. Dus dat was ik wat aan het opschrijven. Er waren ook wat mensen in de chat die hadden gezegd, ja, dat is tof. Schrijf eens op hoe je dat doet. En toen dacht ik, ja, mag dat wel? Mag je dat wel opschrijven? Of krijg je dan de kinderbescherming achter je aan en weet ik veel wat voor partijen die vinden dat je dan aan het indoctrinatie aan het doen bent? Ik bedoel, tegenwoordig mag je geloof ik ook je kinderen niks vertellen over de Bijbel, want dan ben je ook aan het indoctrineren. En dat is allemaal, ligt allemaal heel gevoelig wat je tegen je kinderen vertelt. Dus mag je wel op de site, mag ik op Lekker Cryptisch wel wat schrijven voor kinderen? Zat ik over na te denken. En ik moest eraan denken toen je net zei van ja, die disclaimer. Alles wat we zeggen is op persoonlijke titel, blablabla, is geen beleggingsadvies. Moet dat eigenlijk nog? Ja. Moeten wij dat zeggen? Ik weet niet of dat is dat. Ik bedoel, stel dat jij een podcast maakt over euro's en dollars, moet je het dan ook zeggen aan het begin? Of als je ik weet eigenlijk niet hoe dat precies werkt. Dus dat vind ik wel een leuke vraag. Dus als er iemand uit de community goed in de juridische materie zit, moeten wij die disclaimer nog zeggen? Is dat nog? Of is Bitcoin intussen zo volwassen dat je daar gewoon over mag praten zonder allerlei disclaimers? En hoe zit dat met als je wat richt op kinderen die dat graag uitgelegd wil hebben? Kan dat ook zomaar? Richten op kinderen is echt, dat is laatst op YouTube echt veel gezeik over geweest. Allemaal regels en dingen, dat moet je nu ook helemaal aangeven en zo. Kijk, jij richt je in principe op ouders van kinderen, dus ik denk dat Jawel. Ietsjes anders ligt. Ja, maar ik dacht wel, ik schrijf even een stukje waarin ik uitleg wat Bitcoin is voor kinderen van tussen de 8 en de 12 jaar. Ja, dat lijkt me niet heel erg. Ik bedoel, de DNB die heeft ook de week van het geld. Gaan ze ook bij een basisschool langs. En dan beginnen ze zelfs in groep 3. Dus wat dat betreft... Nee, dat is waar. Alleen vaak zijn dat soort overheidsinstanties nog asymmetrisch. Zelf mogen ze alles. En bij gaat het overheid. Zeker als het over Bitcoin gaat, inderdaad. Jij loopt allemaal kleine terroristen te creëren daar op die basisschool. Ja, precies. Nou ja, dat denken ze, weet je wel. Ja, dat krijg ik straks. Maar het grappige is, wij hebben een keer... lang terug hoor, met Wijnand. Dat was nog in een van de eerste 40 afleveringen of zo, hebben we wel een keer een advocaat op bezoek gehad. Niet Willem-Jan Smits, maar anderen. Goed, die zei van ja, weet je, doe het maar voor de zekerheid of zo, weet je. Een beetje, ja, het kost jou 2 seconden en geef je een soort van plausible deniability-achtig idee. Ja. Ja, kijk, aan de andere kant is wel, als je je podcast ermee begint, dat is wel een beetje van, wow, welkom bij Satoshi Radio. We gaan het nu hebben over dingen die echt fucking eng zijn. Blijf je van weg. Goed. En die persoonlijke titel kan ik jou wel vertellen waar die vandaan komt. Ja, nee, ik werk natuurlijk nog gewoon, hè. Het is een beetje wat mensen soms ook in een Twitter-account hebben, van tweets zijn op persoonlijke titel. Ja, dat is ook nog steeds een dingetje. Ja, of het uiteindelijk werkt. Als ik me hier echt als een halve zol ga gedragen, dan helpt dat disclaimertje ook niet meer. Maar het is wel even om aan te geven, joh, dit doe ik in mijn vrije tijd. En dat is niet per se hoe mijn werkgever over dingen denkt of zo. Dus goed, nou ja. Het is trouwens sat.trading. Ik ga meteen even nog een keer even goed in het goede mapje bookmarken. Ik kon hem niet terugvinden. Ja, dat is vet. Ja. Jorijn die kwam daar opeens mee. En Bert, ja, ik zei... Jorijn, als je luistert... Laat Bert het nou volgende keer even netjes vragen. Want die liep vorige week een soort van te commanderen. Nee, van, klopt. Doe het maar. Dat was echt, nee, dat was niet de bedoeling. Sorry. Hij was ook een beetje bang. Ik had Jorijn aan de lijn. Jorijn. Ja. Toen zei van, ja, Bart, moet ik het nou maken of niet? Zeg maar sorry. Anders staat Bert voor de deur met een hooivork en een fakkel. Maar nee, dat valt mee. Nee, ik was echt onwijs blij ermee. Echt tof. Hey, en nog even een ander ding. Die shout-out wil ik dan ook wel doen. Want Bart zei net, ja, vang je dan wel 30% transactiekosten bij de kinderen? Nee, dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik heb deze week wel mijn eerste sats back gekregen van stacking.com. Ah, nice. 2300 satjes. Mevrouw had iets bij de HEMA besteld. En nou ja, goed. Ze zijn midden. Ja, lekker Leon. Ja, dat is nice. Ik heb laatst een app ontdekt. Ja, ik denk dat ik hem weer eraf ga pleuren. Want hij werkt gewoon een beetje buggy. Maar hij werkt een soort van... Dan kan je dus... mijn huisgenoot die komt thuis, die smijt een deur dicht. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Een soort Groningen lijkt het wel. Maar daar kan je door te wandelen, krijg je sats terug. Maar goed, ja, en ik wandel wel veel eigenlijk. Wel 9 à 10 kilometer op een dag de laatste tijd. En ja, ik dacht, zet ik het aan, maar die app die is heel buggy. Maar goed, ze komen binnen, dus ik ga het even kijken of ik ze eraf kan krijgen. Dus het is wel grappig dat dat gebeurt tegenwoordig. Ja, ik ben wel benieuwd of wij in Nederland ook iets gaan krijgen dat je gewoon een soort... In Amerika heb je creditcards waar je gewoon satsback sets terugkrijgt. Dus eerst geloof ik dat die veel gebruikt wordt nu is 1,5%. En ik hoorde pas dat Gemini het ook gaat lanceren met 3% gewoon. 3% van alles wat je besteedt. Dus alles wat je betaalt, van boodschappen bij de supermarkt tot in de kroeg. Nou, daar kunnen we toch niet heen, maar straks weer. Ja, voor mijn part koop je je auto ermee. En je krijgt wel 3% terug in sats. Dat is wel, geloof ik, dat hebben wij niet, toch nog? Zoals, nee, maar dat is wel interessant, want dat vindt zijn oorsprong natuurlijk in die kredietmaatschappij die Amerika is. Hè, dus die hebben natuurlijk al jarenlang cashbacks op hun creditcards, zodat je maar op krediet gaat kopen. En ja, weet je, die cashback die halen ze dan wel uit. En hoe dat met crypto zit, vind ik wel een interessante vraag van je, Bert, want... dat zijn vaak gewoon debitcards of gewoon prepaid creditcards, dus daar kan je niet op krediet kopen, dus die kredietgeldstroom die banken normaal verdienen, waarmee ze die cashbacks verkopen, die is er niet. Ik weet wel hoe Binance dat doet, want Binance die adverteert met 8% cashback. Moet je wel voor 2,5 ton BNB vastzetten. Weet je, dus dat gaat, er staat best wel wat tegenover. En dan snap ik het wel. Maar inderdaad, je krijgt toch vaak 1 à 1,5% zonder iets vast te kunnen zetten. Of 10 BNB of zo, weet je. Dat is iets wat iedereen nogal lukt. Ja, dus het is interessant. We hebben het natuurlijk een tijdje terug over gehad. En dan komen er steeds meer. En zo'n Binance card, ja, dat schijnt best wel aardig te werken. Het probleem is wel bijvoorbeeld dat Albert Heijn dan weer geen creditcards accepteert. En veel andere... Ja, wij zijn niet zo'n creditcard land, zeg maar. Dus kleine aankopen doen met Mastercard of Visa, dat gaat dan vaak ook weer niet. Maar als er mensen in de chat zijn die er ervaring mee hebben, laat het even weten. Ik ben wel benieuwd. Ik wil het eigenlijk ook wel eens proberen. Maar ik vind Binance gewoon zo'n klote bedrijf dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in heb. Maar ja, 3% cashback. Misschien Gemini, maar dat is alleen. Is dat ook duidelijk of dat in Europa komt dan, Bert? Of is dat alleen nog? Nee, weet ik niet. Okay. Amerikaanse podcast hoorde ik het dus. Ja, ik heb niet gekeken naar Nederland. Nee, het mooiste zou zijn natuurlijk als je hier een soort Bunk of Knap of zo-achtig fintech bank die gewoon zegt van joh, hier is je pinpas en je krijgt 3% in sats. Dat zou natuurlijk tof zijn. Dat je gewoon in naar Nederlandse standaarden, of je nou betaalt met Ideal of bij de of met mobiel betalen, maakt allemaal niet uit. Je krijgt gewoon 3%. Kijk, dan heb je het ergens over. Ja, nee, zeker. En nou ja, goed, stacking is een leuke eerste stap. Leon, ga die browser-extensie nou even afmaken. Want dat zou ik echt goud vinden, want ik vergeet het gewoon te vaak. Ik denk, oh ja, kut, sorry. Dit had misschien ook wel via stacking gekund, maar dan heb ik het al gekocht, zeg maar. Dus dat zou chill zijn als het gewoon standaard aanstaat in mijn browser. Er schijnt al een extensie te zijn, maar dat is geen echte officiële of zo, whatever. Moet ik nog even naar kijken. Wat ik nog even wilde bespreken... deze week was wel echt even gekkenhuis. Ten eerste omdat ik het vooral heel erg druk heb op werk. Maar daarnaast gebeurde er van alles en nog wat aan alle kanten. En nou ja, wat ik zei, Bert op de radio. Ik mocht op de radio komen. Nou, dat vond ik ook wel leuk. Het was wel spannend, maar wel leuk. Peti schrijft veel artikelen. Er gebeurt gewoon echt een hoop. En je ziet het in de channel. We zijn, nou ja, van 550 drie maanden terug... naar 960 mensen of zo gegaan. En daar wil ik wel eventjes kort wat over kwijt. Want die influx aan mensen, dat zorgt er ook wel voor... dat de oud-gedienden eventjes, waaronder ik zelf ook wel zo... ja, zijn natuurlijk een stel autisten bij elkaar die net aan elkaar gewend zijn. Ja, dat wordt allemaal een beetje opgeschud en dat zorgt voor wat wrijving. Dus ook denk voor de nieuwe mensen, jullie zijn allemaal welkom. Stuk voor stuk, superleuk. Maar zie vooral die Telegram groep ook als een soort van bruine kroeg. Waar het jarenlang niet echt druk is geweest. Het schilferde een beetje. We hadden niet echt genoeg centen om mooi behang en een goede geluidsinstallatie te kopen. Maar goed, we hadden een gezellig clubje mensen die daar een biertje kwam drinken elke dag. En die zijn er 3 jaar lang blijven zitten. En ja, nu is Bitcoin hot and happening. En hebben we wel een mooi behang kunnen kopen. En er hangt een mooie geluidsinstallatie en een mooi neonbord voor de deur. Dus nu komt iedereen erop af. Veel meer mensen. Ja, kijk, iedereen is welkom. Maar als jij in een stamcafé binnenkomt voor de eerste keer en je gaat op de bar staan dansen en schreeuwen dat XRP de toekomst is, ja, dan word je in een echt café ook gewoon naar buiten geslagen. En dat gebeurt hier eigenlijk ook een klein beetje. Dus neem het die jongens ook niet kwalijk. Aan de andere kant denk ik, jongens, laten we ook een beetje openstaan voor nieuwelingen en mensen die nog niet 3 jaar lang in een bear market hebben gezeten en daardoor misschien wat minder gepokt en gemazeld zijn. Ja, kort, in principe, ik denk dat een beetje de regels van de groep is dat er geen regels zijn. Dat de regels door iedereen bepaald worden. Ja, jongens, wat is Satoshi Radio eigenlijk? Kijk, ik denk, voor mij is het meer... Nou, trouwens, dat komen we straks nog op terug. We kregen een vraag over bitcoin en shitcoins en altcoins. Dus daar kom ik straks nog wel op terug wat meer de filosofie is. Maar meer, dit is een beetje voor de groep gewoon... Iedereen is welkom, maar hou het een beetje leuk. En ja, goed, weet je, de rust daalt wel weer neer binnenkort, maar... Ja, zie het als een kroeg waar mensen al jarenlang komen. Dus als je daar binnenkomt en meteen begint te tetteren, dan kan je een wat vijandige reactie krijgen ze nu en dan. Maar goed, het zijn allemaal hartstikke leuke gasten als je ze leert kennen. Geloof mij maar. Ja, de noodzaak, dat gaat superleuk. Elke maandag, jongens, 4 uur. 'S Middags komt er een nieuwe video uit. Aanstaande maandag 1 of 2, denk ik, over Lightning. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. En dan gaat een video komen. Ja, er zijn nu zoveel mensen zo'n nood aan het bouwen. Nou ja, Bert, wat jij zei, ja, wat moeten beginners nu met een nood? Ja, daar heb ik een video over gemaakt om dat een beetje uit te leggen. Maar ik ga nog wel een paar video's maken om wat common misunderstandings uit de wereld te halen. Bijvoorbeeld dat een nood geen wallet is, om er maar eens eentje te noemen. En al helemaal geen veiligere wallet dan een hardware wallet. Want dat zag ik een paar keer langskomen. Toen dacht ik, oké, jongens, wacht even. Daar moeten we even een klein streepje trekken. Maar in ieder geval wel bedankt voor alle leuke reacties. En als je nog niet gecheckt hebt, de noodzaak op ons YouTube-kanaal. Bart, ik luisterde van de week een aflevering van de podcast van Sjors en Aaron. Ja. Leuke aflevering over Lightning. Ze gaan uitleggen hoe het werkt, technisch, de basics. Dus dat is ook voor iedereen trouwens interessant. Ze zeggen van, hoe zit nou technisch Lightning in elkaar? En ze zeiden nog van, ja, we gaan nog later wel een keertje wat dieper erop in. En dacht ik dat graag, want... Waar ik op een gegeven moment tegenaan loop... en misschien vind je het leuk om ook in de noodzaak eens uit te leggen... of misschien moeten we daar met elkaar eens in verdiepen... van er komt ergens een punt... Nee, ik denk dat heel veel geldstromen in de maatschappij... fundamenteel een bepaalde richting op zijn. Dus in de verhouding tussen jouw werkgever en jou... gaat het geld eigenlijk altijd van de werkgever naar jou toe... want die betaalt jouw salaris. Je betaalt heel zelden wat terug aan die werkgever. Tussen de geldstromen tussen jou en de supermarkt... die gaan hoofdzakelijk richting de supermarkt. De supermarkt betaalt jou bijna nooit. Mm-hmm. Dus als je op een gegeven moment channels zijn... dan denk ik, dat is intuïtief... hè, dat channels vaker een hele duidelijke richting hebben... dat dus geld altijd van de een naar de ander gaat... netto op termijn... dan dat het een beetje heen en weer tennist... en een beetje in het midden blijft hangen. Ja. En als er een richting in zit... dan betekent dat dus op een gegeven moment... alle liquiditeit aan één kant zit van zo'n kanaal. Mm-hmm. En dat betekent dat je op dat moment dus... of het kanaal moet sluiten en een nieuw moet openen... of een truc moet uithalen... waardoor de liquiditeit weer aan de ene kant komt. Ja. Er zijn natuurlijk wel allerlei dingen over te bedenken. Maar dat betekent dus dat eens in de zoveel tijd... dat er dus iets on-chain moet gebeuren. Mm-hmm. Dat is in ieder geval mijn intuïtie. Ik weet niet of het zo is, maar dat lijkt me. En als dat zo is, dan betekent dat je dus eens in zoveel tijd... alsnog een on-chain transactie met transactiekosten hebt... Ja. Die op een gegeven moment duur worden. Hè? En dus dat er een soort verhouding is... tussen de grootte van je channel... en het volume wat er overheen gaat... en dan dus eens in zoveel tijd... die transactiekosten voor het on-chain dingetje weer. En dat dus de transactiekosten van Lightning... niet helemaal nul zijn. In het geval van dat er een richting in zit. Nee, dat is op zich wel waar wat je zegt. Maar daar doe je wel de aanname dat jij met je werkgever een channel opent en dat jij met je supermarkt een channel opent. En ik denk dat hoewel dat in principe wel altijd is hoe het uitgelegd wordt aan mensen, denk ik niet dat dat de manier is hoe het gaat werken. Ik denk namelijk dat jij een channel opent met een bank. Hè? En in ons geval is dat de kloek, om het maar even zo te zeggen. Kloek, met zijn enorme nood. Maar dan ga je dus krijgen inderdaad dat je werkgever maakt geld over naar jou. Via de bank, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En daarna ga ik via de bank, via datzelfde channel, stuur ik geld naar een supermarkt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus, en dan krijg je per persoon, komt er bijvoorbeeld €2500 per maand binnen aan Bitcoin. En dan gaat €2500 per maand uit. Hè? En dan, nou goed, ga ik even vanuit dat je alles opsoepeert wat je krijgt. Bart, dat is toch super kapitaalintensief voor de bank, voor de kloek in dit geval. Want die moet dus per persoon die op hem aangesloten is, het volledige kapitaal van die persoon in zo'n channel stoppen. Nou, of niet het volledige... Ja, inderdaad, er zitten nog wat haken en ogen aan, hoor. Ik zit meteen ook gewoon, as we speak, mee te denken namelijk. Ja, ik weet het gewoon oprecht niet. Dus dit soort vragen over die... Kijk, ik snap het verhaal van Mellers, van Jack Mellers, die zegt, weet je, ik maak voor mezelf... met de techniek van het Lightning-netwerk ga ik tussen mijn eigen bedrijven de shit heen en weer sturen binnen seconden. Snap ik. Dat is logisch. Ja. En... hele kleine payments, dus 2 cent per minuut podcast. Weet je, we hebben het ook al eens over gehad, over die use case. Snap ik ook nog. Maar op het moment dat je het serieus gaat gebruiken als betalingsnetwerk... Ja, ik heb eigenlijk nog nooit een podcast of een artikel gezien die deze dynamiek verder uitdiept. Nou, ik vind het wel interessant. Wat inderdaad, dus eigenlijk is de soort van het startpunt waar we dan moeten gaan denken. Wat nou... En dat zouden we eigenlijk uit moeten tekenen bijna, denk ik. Wat nou als inderdaad gewoon het betaalsysteem wat we nu hebben... als dat op het Lightning-netwerk plaats zou vinden. Dus salarissen, boodschappen, maakt niet uit, consumptie, van alles. Kan dat? En hoe zou dat eruit zien? Ja, vind ik een goede vraag. Daar heb ik nooit echt over nagedacht. Nee, dat is echt een goede. Ja... Cool, nou het was een intermezzo, dus... ik ga me eens uitdenken, want ik denk wel dat het... Wat ik zei, daar zit denk ik wel wat in. Hè? Dus dat er, als je uitgeeft, dan balanceren die kanalen zich vanzelf, in principe. Maar nee, inderdaad. Want er moet er best wel veel kapitaal in gelokt zijn ook, inderdaad. Vind ik niet zo gek. Ja, kijk, wat je dus uiteindelijk natuurlijk weer gaat krijgen... is dat je helemaal geen eigen channel hebt. Maar gewoon een account bij de bank. Net zoals bij Blue Wallet bijvoorbeeld. Dus die zorgen zelf gewoon dat ze genoeg kanalen hebben... om aan alle transacties te kunnen voldoen. Maar het gaat niet meer naar iemand zelf in principe. Je krijgt gewoon een database labeltje... en daarmee een gedeelte van hun Lightning Wallet, zeg maar. Hun Lightning Channels. Dus ik denk dat dat een beetje het ding is. Maar dan krijg je dus een beetje eigenlijk hetzelfde als wat Jack zegt. Dan wordt het eigenlijk gewoon de onderliggende laag... zodat er gewoon veel sneller en goedkoper internationale transacties gedaan kunnen worden. Of überhaupt transacties. Maar het hele idee dat je daar zelf op inhaakt met je eigen nood valt dan een beetje weg. Maar goed, dat is een goede vraag. Ik wil daar wel over nadenken. Ik vind dat wel leuk. Laten we snel even de donaties erbij pakken. Want daar zat ook wel weer wat tussen. Thanks in ieder geval allemaal voor de donaties weer van deze week. Volgens mij moest ik terug, had ik opgeschreven, naar vrijdag 16 januari. Jacco, €5 donatie van mijn Umbrel Note. Bedankt voor de mooie podcast. Dan gaan ze door. Ja hoor, weer eentje. Dus even mijn microfoon aanzetten voor het applaus. Ja. Heel lekker, Jacco. Gewoon weer in, jongens. Het begint echt. Ik moet echt nog een manier bedenken hoe ik even weer kan tellen hoeveel het er nou zijn. Want het begint echt leuke vormen aan te nemen, dit geintje. Satoshi stuurt €5. Lightning is de toekomst. Dat was ik zelf. Dat was voor een van de tutorials die ik aan het doen was. Maar goed, TJ stuurt een 3000 sats. Verdomme. Zo, dat ging bliksemsnel, zeg. En het kostte nog minder. Mand. Mies, 6700 sats. Mensen, ik gebruik geen prefab images van Umbrel, etc. Maar wachtwoord op een Linux installatie. Wijziging is gewoon $password. Als het... Als we het hier hebben over keys en metalen platen, multisig, is dat toch niet het ergste om te doen? Nou ja, Mies, dat was het punt denk ik ook niet. Het gaat erom, Umbrel, daar was even wat gedoe over dat daar wat beveiligingsgaten in zitten tussen aanhalingstekens. Waar een paar design choices die ze gedaan hebben, namelijk volgens mij dat ze best wel veel van hun Docker containers als root draaien en eigenlijk gewoon een beetje te guitig waren met root access her en der. En dat het standaard wachtwoord waar je mee in je Raspberry Pi kan inloggen met SSH was gewoon, weet ik veel, was een standaard wachtwoord. Wat ze ook niet, ze vertellen niet aan de gebruiker dat je dat eigenlijk even moet wijzigen. Dat was een beetje het punt. En daar hadden we het over, Mies, dat het inderdaad niet erg is om dat te wijzigen. Dat het zelfs handig is om te wijzigen. Maar meer de discussie dat het niet aangegeven was even een discussiepunt. Dus inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Het is vrij makkelijk aan te passen en doe dat ook. Ik zal er ook nog even een keer een korte video over maken of het meenemen in een andere video. Je bos stuurt 3400 sats. Kwam een mooie quote tegen. Met de beste tip omtrent Bitcoin en mogelijk een paar altcoins. Hij zegt, if you're not a trader, DCA and chill. Ja, daar ben ik het mee eens. In ieder geval voor je gemoedstoestand is het de beste tip. LTP stuurt 3300 sats. Bart, mooi optreden in NPO Radio 1. Dat is een donatie waard. Je woorden in Satoshi. Zo is het maar net. Thanks LTP. LTP die haalt de woede van de channel de laatste tijd op zijn hals. Met al zijn... die heeft de geodriehoek erbij gepakt, Bert. En dat blijkbaar mag jij dat alleen maar, heb ik het idee. Nee, ik mocht het ook niet. Heb je dat meegekregen? Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Ja, er kwam een nieuweling in de chat. Het was cabaret, zeg. Dat is toch cabaret, of niet? Ja. Ja, op zich snapte ik die opmerking nog wel. Ik bedoel, we doen het natuurlijk altijd een beetje met een knipoog, weet je. Dat is natuurlijk altijd het idee geweest. Maar ik vond het grappig. Gozer was 2 dagen in de chat en die begonnen tegen fucking Bert Slachter zijn geo op te nemen. Nou, daar heb je ballen. Dat moet ik je wel nageven. Ja, nee, dat vind ik ook. Ik wilde nog zeggen, ja, meestal dan kijk ik eerst naar de RSI en de Moving Average. En daarna zing ik Flappy, dus dat is een beetje... Ja, precies. We hebben nog een donatie van 9.999 sats van Kloekloek, maar het is namens Donald Musk. Dat ook een mooi verhaal was. Iemand die nieuw was in de channel, die hadden we geholpen met iets, ik weet het niet meer. Dus stuurde hij een donatie, maar daarvoor gebruikte hij de bot van Kloekloek, die natuurlijk ook bij ons in de channel zit. Ja, ik snap het. Als je nieuw bent, er zijn er zoveel mogelijkheden om je sats ergens heen te sturen dat je door de boom het bos niet meer ziet. 5000 sats van Eek. Hij zegt, heldere uitleg van Bert over inflatie. Het bijbouwen van huizen zou moeten zorgen voor beter betaalbare huizen. Lijkt me onbegonnen werk met de inflatiecijfers van categorie C. Dat gaan we dus zien. Maar er moet eerst gebouwd worden en dat gebeurt dat eigenlijk een beetje. Weet iemand dat? Nou, in Nederland hebben we natuurlijk meerdere problemen. Hè? Dus we hebben het probleem dat gewoon minder gebouwd wordt dan dat er mensen huizen willen hebben. Bijvoorbeeld door de stikstofrestricties, maar ook door... op allerlei plekken lokaal dat er gewoon allerlei specifieke problemen zijn waardoor dat lastig is. Grond die je niet kan... Ik woon in wijk Beduurstede. De reden dat wij hier niet bouwen is omdat ze met de provincie een fitty hebben over dat de provinciale weg te weinig capaciteit zou hebben voor als er meer mensen komen te wonen. En dat al 10 jaar, weet je, is dat een soort van standoff. Ja, weet je, dat soort... En elk plekje heeft wel weer zijn eigen shit. Dus in Nederland is er gewoon ook, ik geloof, 100.000 huizen achterstand op wat er eigenlijk zou moeten. Dus Nederland is niet... Wat dat betreft dat de hoge huizenprijzen zitten meerdere ingrediënten. Dus gewoon puur tekort. Dus vraag en aanbod verhaal, te weinig aanbod. En wat ook een rol speelt is de hele lage rente. Waardoor mensen veel meer kunnen lenen. En dus tegen elkaar gaan opbieden. En dus ook dat vastgoed gebruikt wordt als waardeopslagmiddel. Als store of value, zeg maar. Dus er zijn allerlei speculanten, investeerders, die zeggen... ja, ik koop maar een appartement in Amsterdam of in Londen of in Parijs of in Tokio. Weet je, want die behouden hun waarde wel. En nou ja, het kopen van de huisjesmelkers. Het kopen van huizen als beleggingsobject versus iemand die het wil hebben om te wonen... dat concurreert natuurlijk tegen elkaar. Dus ja, die huizenmarkt is niet zo'n heel simpel vraagstuk. Nee. Maar stel dus dat je die hele monetaire premium uit vastgoed haalt. Dus dat niemand meer in vastgoed belegt vanwege het geld, maar alleen maar om erin te wonen. En stel dat die rente niet meer zo idioot laag is vanwege monetaire verruiming. En stel dat er gewoon voldoende gebouwd wordt, zeg maar zoveel gebouwd wordt als dat de vraag is, ja, dan zal denk ik de huizenprijs tenderen naar de kosten van het bouwen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is eigenlijk, in ieder geval voor mij intuïtief, zou dat een gezonde situatie zijn. En daar zitten we natuurlijk heel ver van af in Nederland nu. Ja. Dan gaan we door naar de volgende. 16.600 sats KVO. Die stuurt: de techniek van Bitcoin is fascinerend. Verschillende onderdelen werken perfect samen en alles lijkt heel doordacht. In dat licht bezien kan de limiet van 21 miljoen Bitcoin haast geen toeval zijn. Mijn vraag is dan ook, waar komt die 21 miljoen eigenlijk vandaan? En waarom een onderverdeling in 100 miljoen sat? Ben benieuwd naar jullie antwoord. Nou ja, daar zijn een paar theorieën over. Nou ja, goed, dus we kunnen het Satoshi niet vragen. Maar het mooie is dus dat hij daar ooit eens een keer een soort van discussie over heeft gehad met een andere Bitcoin Core contributor, Mike Hearn. Hearn, H-E-A-R-N. En nou ja, dit noemen ze ook wel de money replacement theory. Er is ook nog een soort van wiskundige toevalligheid. Nou ja, die kan je zelf opzoeken. Dan kan je dat even nalezen, want dat is een beetje lastig om in een podcast uit te leggen. Daar hebben we ook niet echt de tijd voor. Nou ja, goed, we hebben wel alle tijd natuurlijk. Maar ik vond de money replacement theory interessant. Er komt er eigenlijk op neer dat hij zegt van, joh, als Bitcoin nou gewoon de gehele M1 money supply, al het geld op de wereld wat er is, zou vervangen, dan is 1 M BTC, dus 0,001 BTC, zou dan ongeveer €1 waard zijn, heeft Satoshi dus gezegd. Dus eigenlijk zou die 21 miljoen, zou dus ongeveer, en hij geeft dat zelf ook aan, een beetje een ballpark figure, zou ongeveer genoeg moeten zijn. Als het dan die wereldeconomie zou vangen, als de wereldreservemunt wordt, dan is een bepaald aantal, dus 0,001 bitcoin is dan €1 waard, iets in die richting. Dus dan kom je er uiteindelijk ook op dat de sat ergens in de buurt van een gedeelte van een cent komt. Nou ja, goed, dat was een beetje het idee, maar ja, het is ook niet echt dat nou heel veel sens maakt, want uiteindelijk zijn we inmiddels al, is 0,001 BTC veel meer waard dan €1. Maar goed, dat vond ik op zich een geinige theorie. En dat kan enigszins onderbouwd worden, omdat dat dus daadwerkelijk door Satoshi geschreven is. Ooit eens een keer op een forum. Dus dat vond ik een leuke. En die andere, ja, die kan je terugkijken. Dat komt er dus op neer dat er 6 blokken per uur zijn. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, 4 jaren per cycle. Dan kom je op ongeveer 210.000 bitcoin uit. Wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we dus nog een heel verhaal over block rewards, sizes en noem het maar op. Nou, en doe dat dan keer elkaar en dan kom je op 21 miljoen. Nou ja, goed. Lees dat maar na. Daar heb ik niet zo zin om dat helemaal precies uit te gaan leggen, want daar ga ik mezelf toch verspreken. Dat zijn de 2 theorieën die er zijn. En voor de rest heel veel speculatie en een soort van nog Illuminati-achtige dingen. Maar misschien heb jij wat toe te voegen, Bert. Ja, die wiskundige, dat is eigenlijk een cirkelredenering of een tautologie. Want uiteindelijk heb je 210.000 blokken per 4 jaar, omdat er gekozen is voor een bepaalde blocktime. Ja. En als je een andere blocktime kiest, heb je meer blokken of minder blokken. Dus als je, zeg maar, laat ik zo zeggen, het is eigenlijk hetzelfde argument als die money replacement theory. Want als jij zegt, ik wil de volledige geldhoeveelheid in de wereld kunnen vangen ermee, en ik kies voor zoveel blokken per uur, dan moeten er zoveel, weet je wel, dus snap je, dus dat hangt natuurlijk met elkaar samen. En het gaat om een ordegrootte, hè. Dus stel dat je niet elke 10 minuten had gekozen, maar elke 12 minuten. Ja, dan was het misschien niet 21 miljoen geweest, maar 18 miljoen. Ja, of, weet je, uiteindelijk maakt het namelijk voor die money replacement niet zo idioot veel uit of het precies 21 is, of precies of 24 of 8. Weet je, dat gaat om de ordegrootte. Eigenlijk gaat het om de ordegrootte van de onderverdeling. Want je had ook nog kunnen zeggen van, we doen er een nulletje bij in het aantal sats. Dat een sats niet 100 miljoenste, maar 1 miljardste is. Dus het is allemaal, eigenlijk is de enige Het enige wat we echt weten is dat er wel is nagedacht over de ordegrootte grofweg van dat stel dat Bitcoin, dat je hyperbitcoinization krijgt, dan moet het nog bruikbaar zijn. Ja, dan. Precies. Dat is eigenlijk is dat de kern. En alles eromheen, dat komt al een beetje in een soort van religieuze sfeer van dat we allerlei symboliek willen zien in allerlei dingetjes. Kijk, stel nou hè, over 30 jaar dat Bitcoin daadwerkelijk een wereldwijd geldsysteem is geworden en de unit of account en iedereen werkt ermee, ja, dan zul je straks allerlei verhalen hebben en sprookjes en mythes over hoe dit ontstaan is. Dat kan niet anders. Dat gebeurt bij elke godsdienst namelijk. Dus. Ja, nee, precies. Dus ik vind zelf die money replacement theory, daar kon ik nog wel wat uithalen. Zeker omdat daar gewoon ook wel daadwerkelijk wat stukjes die Satoshi zelf dan geschreven heeft of gedeeld heeft. En eigenlijk komt het erop neer, inderdaad, precies wat Bert zegt. Als het uitgroeit tot het maximale waar het uit kan groeien. Een soort monetaire of monetaire eenheid, wereldmuntachtig idee. Dan is het nog bruikbaar met de huidige onderverdeling die er dan is. Dat is een beetje het idee. Ik denk eigenlijk ook dat we dat die groter moeten maken dan dat het is. Want ja, weet je, Het is gewoon wat het is. Maar ja, goede vraag wel. Ik vond het leuk om even uit te zoeken. Brisk stuurt 20.000 sats. Ik had nog een paar donaties in de backlog staan. Keep up the good work. Bo Wibbo, die stuurt 25.000 sats. Hij zegt, daar pak ik straks even. BV stuurt 5.000 sats zonder bericht. Stijn die stuurt 17.000 sats. Nood draait nog even. En dan staat nood draait. De volgende keer punt en komma's, dat pakt de bot ook namelijk. Het nood draait nog even en dan staat Nederland bovenaan bij 1ml.com. Ja, helaas zitten al die umbrells achter Tor. Of niet helaas, dat is hartstikke goed. Maar daardoor werkt die locatievoorziening ook niet helemaal perfect. Had wel leuk geweest. John die stuurt 66666 sats. John de Vleermuis, daar is die. Lang leven het leidingnetwerk. Ook deze donatie is niet gestopt door Xi Jinping. Groeten. What's up, John? Daar is hij hoor. Ja. Ik heb hem zelfs als voorbeeld genomen op de radio. Zoveel indruk heeft John gemaakt met zijn donaties uit China. Even kijken. Dan hebben we Tim nog. Die stuurt bijna 7500 sats. Die zegt, heren, sinds number go up, de show ontdekt en vaste enthousiaste luisteraar geworden. Veel dank voor alle kennis en humor. Aantal weken geleden eindigde de show met een cliffhanger over de uitwerking van een hypothese met Bitcoin als redding van de commerciële banken. Nog altijd benieuwd naar de uitwerking. Nou Tim, dat gaat hopelijk komen vandaag. Cliffhanger. Pak ik nog even de donatie van Bo Wibbo, Jan op. En die zegt, heren, dank voor jullie inzet weer. Vorige week plan B bij Madelon geluisterd. Hij als Bitcoin-maximalist, zo noemde hij zichzelf, vond dat altcoins geen store of value zijn. Je kan maar één keer digitale schaarste hebben. Echter vond hij wel dat altcoins waarde kunnen hebben zoals olie. Ik vraag me af hoe jullie hierover denken. Ja, jongens, hoe denken wij er nou over eigenlijk? Over die altcoins? Ja, hoe denken wij daarover? Ja, ik ben het wel met plan B eens dat digitale schaarste wel bestaat bij de gratie van dat je niet nog 40 bitcoins ernaast kunt zetten. Nee. Dat was ook in 2016, 17 voor mensen een reden om eruit te stappen. Dat toen die gesprekken begonnen over forks en nou ja, de Bitcoin Cash fork, toen dat dus de block size wars, om eruit te stappen van ja shit, als dit kan, als dit tot de mogelijkheden behoort, dat vertrouw ik niet. En daarna hebben we gezien dat Bitcoin Cash en BSV en zo, en er zijn natuurlijk nog een heel zootje, Bitcoin Diamond, weet ik wel, wat we allemaal nog gezien hebben. Ja, die tenderen allemaal naar nul. Ja, dus het begon, helemaal in het begin kon je geloof ik vlak na die split nog ongeveer 1/3 of zo krijgen. Dus als je toen je Bitcoin Cash verkocht, dan kreeg je daar 0,3 BTC of zo voor helemaal de eerste dag. Echt gekke nachten gehad toen hoor, waar het echt op een gegeven moment erop leek dat die zooi nog zou gaan flippen of zo. Dat waren echt één of twee hele vreemde nachten, kan ik me nog herinneren, in 2017. Het was een nacht die je normaal alleen in films. Nou, volgens mij heeft hij de hele tijd op 0,03 gestaan, hè? Klopt dat? Dus een beetje, ik kan het even nagaan. Ga maar verder. Nou, en dan nu naar 0.01 en zo verder omlaag. En welke is de originele Bitcoin, Cash nou? Dan kijk maar gewoon naar BCH. En dan kijk maar naar allebei even. Dat is op zich wel geinig om er even bij te hebben. Dus even in het verhaal van... een cryptovaluta als digitaal schaars... of als geldsysteem gebaseerd op digitale schaarste... daarvan geloof ik ook eigenlijk dat er maar eentje kan zijn. Bitcoin, punt. Ja. En dat is... En het collectief heeft nu met de voeten gestemd... of met de portemonnee gestemd... en dat is BTC geworden. Dat heb ik ook een keertje een column over geschreven. We kunnen wel hele discussies hebben over... welke nou de echte Bitcoin is. Nou ja, de markt heeft gestemd. Het is BTC. Weet je, en dat vond ik wel mooi. Roger Ver van BCH, die zei dat ook een keer in een lang gesprek, volgens mij met Pieter McCormack, zei hij van, met Pompliano. Zei hij ook, ja, eerlijk is eerlijk. Op dit moment is Bitcoin, is BTC gewoon... de grootste en succesvolste. En ik hoop dat het Bitcoin Cash wordt, want daar gaat hij voor. Maar ja, misschien moet ik op een gegeven moment zeggen van nou, het is het toch niet. En dan ga ik heb ook gewoon mijn BTC gehouden, zegt hij. Want ik geloof daar ook in. Dus dat vond ik een hele reële, mooie podcast trouwens om eens terug te luisteren. Volgens mij is het uit februari 2020. Moet ik even kijken. Maar zijn er dan nog andere crypto-projecten met waarde? Nou, ik geloof bijvoorbeeld dat stablecoins... dus zeg maar crypto-dollars, crypto-euro's, dat die best waarde kunnen hebben. Hè? Dat, daar best dat die best een functie, een nut kunnen hebben. Ja, wel de waarde van een euro of van een dollar natuurlijk. Dus dat is een groep. En ik geloof ook best dat er allerlei andere projecten kunnen zijn die je kunt waarderen. En er zijn best wel wat bijvoorbeeld DeFi-projecten die... gewaardeerd kunnen worden zoals je een aandeel waardeert. Omdat ze namelijk waarde vangen als in een deel van de transactiekosten wordt verdeeld onder de tokenhouders. En dus je hebt... ik geloof dat het bij Uniswap is het 0,3% van elke swap. Ja, dat gaat nu naar de liquidity providers. Maar er ligt nu een voorstel om 1/6 daarvan naar de Uni-tokenhouders te gaan sturen. En dus dat is best wel veel. Hè? Als je 10 miljard volume hebt op zo'n decentralized exchange, zo zou je Uniswap kunnen zien. Nou ja, 0,05% daarvan is nog steeds best een serieus bedrag. Hè? Dus dat is nog steeds 500 miljoen per jaar... wat verdeeld wordt onder de Uni-tokenhouders. Dus je zou daarmee kunnen zeggen... van, nou, daar kun je een waardering op loslaten. Hè? Dus nou ja, je kunt kijken van ik heb zeg maar als je alle Uni-tokens bij elkaar hebt en die vangen per jaar $500 miljoen aan inkomsten. En nou ja, dan kun je naar de toekomst gaan kijken en dan kun je dat waarderen. En dan kan je eigenlijk net als bijvoorbeeld bij een aandeel kijken van nou ja, wat zijn de verwachte winsten in de toekomst en nou ja, wat is dan de verhouding tussen de prijs van het aandeel en de earnings die ik verwacht. Nou, zo zou je dat ook bij DeFi tokens kunnen doen. En dus er zijn er wel bepaalde tokens of projecten of ja, dus waarbij er waarderingsmethoden zijn die ergens op slaan. Ja. En wat niet puur is de speculatie van nou ja, ik koop dit tokentje en misschien gaat het ooit een keertje wat worden. Andersom is het natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld Lend, de token Lend, kennen wij nog uit de ICO's in 2017. Dat is nu AVR geworden. En die hebben nu gewoon een serie... Bedoel, volgens mij heeft dat een tijdje op een market cap van 5 miljoen gestaan. Volgens mij hebben ze nu een market cap van 3 miljard. Ja, dat heeft dus een hele tijd... was dat puur speculatief. En nu is er daadwerkelijk een economie rondom de token. Waar je een waardering op los kunt laten. En Synthetics hetzelfde. Dus er zijn natuurlijk een hele hoop projecten... waarvan je nu kunt zeggen... joh, dat is... shitcoin, in de shitcoin categorie, in de zin van geen idee waarom deze munt ooit waarde zou hebben. Maar het kan zijn dat er iets uitgroeit waar wel daadwerkelijk waarde mee gecreëerd wordt. Ja. Dus daar zit nog een categorie, denk ik, waar dat zou kunnen. Ja, en dan is er natuurlijk nog een hele grote categorie, namelijk 99% van die 3000 die hier zijn. Ja. Ja, daar is nu geen touw aan vast te knopen... van waarom het waarde zou hebben. En dat is puur speculatie, ja. Dus. Peet, Zeg, wat vind jij ervan? Hier heb jij toch wel... Ik wil even mijn ome Peet. Ik weet niet wat je gegeten hebt vanochtend, maar je zit in een hoekje op de verjaardag op het moment. Eventjes aanschuiven, jongen. Ik zit heerlijk te genieten van... ja, dat zeg jij elke keer, maar ik geniet ook van jou, jongen. Ja, wat vind jij ervan? Meestal komt mijn tijd dan nog wel. En anders is dat natuurlijk ook goed. Ja, maar ik wil het weten. Wat vind je? Bitcoins, shitcoins, altcoins, waarde. Hoe zit jij erin? Ja, nou, ik vind, ik denk niet dat ik heel veel andere dingen vind, eerlijk gezegd. Wat dat betreft is het een beetje saai. Ik denk dat er maar 1 bitcoin is. En nu is dat BTC. Ik geloof niet dat er zoiets is als absolute schaarste en dat er nog een asset is met absolute schaarste. Dat maakt geen sens. Die gaan met elkaar, of ze gaan met elkaar concurreren, of je spreekt niet meer over digitale schaarste. Want kennelijk kun je meerdere assets die digitaal schaars zijn maken. En dan is het dus per saldo niet meer schaars. Ja, ja. Dus in die zin zie ik niet een tweede altcoin of een tweede bitcoin opstaan. Nee. En ja, wat de rol kan zijn van altcoins, ik weet het eerlijk gezegd nu niet zo goed. Er zijn wel allerlei experimenten die ik interessant vind, maar of die gaan slagen, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. We hadden natuurlijk Ethereum, die de wereldcomputer wilde worden. Is dat het ook weer met die trein? Ja, precies. Die hebben een hele waardepropositie omgegooid met ETH2. Dus eigenlijk is daarvan het risico alleen maar omhoog gegaan, ook al is de bedoeling ervan dat het iets beters wordt. Mm-hmm. Ja, dat is nog maar afwachten. Ja, ja. En na Ethereum komt soort van de rest. Ja, nee, ik zie dat nog niet zo hetzelfde als grondstoffen zoals olie of zilver of goud. Kijk, bij olie heb je daadwerkelijk wel echt een nut dat zich bewezen heeft. De waarde van olie keldert natuurlijk ook naar 0 toe als we ineens een nieuwe technologie bedenken waardoor olie niet meer nodig is. Ja, dat hebben we gezien laatst. Toen was het geen nieuwe technologie, maar toen was er gewoon even geen olie meer nodig. Nou ja, precies. Dat is dan nog vraag aan aanbod. Maar als het echt obsolete is, het wordt dus niet meer gebruikt. Nee, maar dan gaat de prijs dus naar 0. Dus je ziet, we hebben gezien wat er gebeurt als het even niet gebruikt wordt. Whatever the reason. Whatever the reason uiteindelijk wel natuurlijk. Hoe is het in het Nederlands? Ja, whatever the reden, dat bedoel ik even. Maakt niet uit wat de reden was erachter. Of het nou technologie was of dat het een wereldwijde pandemie was waardoor minder olie nodig was. De prijs gaat gewoon naar 0 uiteindelijk. Ja, of iets net boven de 0. Het hangt er helemaal vanaf wat mensen er nog voor over hebben. Of eronder, bij olie. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat had bij olie ermee te maken dat je het moet opslaan. Er moet fysieke ruimte in. Dus dat zal natuurlijk bij digitale tokens wat minder zijn. Er past de oneindig in je portemonnee natuurlijk. Nee, dat is waar. Dat is een goede toevoeging. Ik sla hem iets te ver plat. Nee, kijk, weet je wat het is met die bitcoins en shitcoins, jongens? Ik vond het wel een goede vraag. Omdat ik hier al een tijdje een beetje over nadenk. En er is natuurlijk wordt best wel veel... Ik ben eigenlijk alleen nog maar met bitcoin bezig de laatste tijd. Ik denk dat voor mij een beetje het ding is dat... Ja, bitcoin is schaars, maar er is één ding wat voor mij nog schaarser is... en voor alle mensen ter wereld, en dat is tijd. Je kan maar een bepaald aantal dingen doen in een dag. En ja, ik ben nu veel met bitcoin bezig. Met bitcoin, met leren over de monetaire eigenschappen... filmpjes maken, podcasts maken, lightning dingen doen, leren programmeren. Het zit vol of zo, weet je. Mijn dag zit vol. En dan vind ik het nog wel interessant om die andere dingen te bekijken. Alleen ik heb er gewoon niet zoveel tijd voor. En het heeft voor mij gewoon een lagere prioriteit. Dus voor mij is het niet zo, bitcoin is alles en de rest is shitcoin. Ik sta er ook helemaal niet zo in dat de rest per definitie een scam is. Alleen het zijn voor mij ook... Kijk, als je het op dezelfde merits of op dezelfde soort van lineaal gaat vergelijken... Ja, dan kom je erop uit van ja, het is een scam of het is een shitcoin. Want het zijn compleet andere dingen. Kijk, ik denk inderdaad precies wat jullie zeggen, sluit ik me helemaal bij aan. Digitale schaarste kan maar één keer bestaan. Althans, weet je, misschien dat we ooit nog eens een keer als een soort cyborgs aangekoppeld liggen in een bad met digitale vloeistof of zo. Dat we tegen die tijd iets nieuws bedacht hebben wat Bitcoin verslaat. Dat zie ik, maar niet de komende 40 jaar op een blockchain, zeg maar. Dat zie ik niet gebeuren. Dus oké, laten we er even van uitgaan. Bitcoin is dit enige digitale en echt schaarse goed. Ja, dan kan het perfect functioneren als, zeg maar, waardeopslag, als een soort digitaal goud, whatever. Ja, maar sinds wanneer is Ethereum of Polkadot of whatever the fuck er nu het token van de dag is, pretendeert ook niet echt digitaal goud te zijn of zo. En het is compleet iets anders, dus het zit Bitcoin ook niet echt dwars of zo. Het pretendeert ook niet echt geld te zijn. Kijk, die Bitcoin Cash War, die kan ik begrijpen. Want die zeggen, of gulden in ons eigen landje, die zeggen, ja, wij zijn de Nederlandse Bitcoin. Of wij zijn de echte Bitcoin in het geval van Bitcoin Cash. Ja, dat snap ik. Dat is smaad, dat is laster, dat is fout, dat is fraude. Daar wil je wel tegen doen, helemaal eens. Maar voor veel andere dingen, ja, kijk, Vitalik heeft zijn pre-mine. Ja, er zijn heel veel bedrijven waar de eigenaars nog een gedeelte aandelen hebben. Ik denk dat dat veel meer in die hoek ligt. Hè, dat je het vergelijkt wat Bert zegt met een bedrijf en dat je kan kijken naar return on investment en naar EBITDA, whatever voor termen ze daar gebruiken en dividend en dat soort ouderwetse dingen. En dat is wat anders dan Bitcoin. En daarvoor word ik soms een beetje moe van die shitcoin dingen. Terwijl ik wel hetzelfde gevoel had, weet je. Ik zat laatst ook wat andere podcasts te luisteren en wat andere dingetjes. En ook gewoon mensen die weer naar me toe komen en dan inderdaad vragen wat ik van Polkadot vind of zo. Ja, weet je, I don't know. En het boeit me ook eventjes helemaal niks. Ik zit vol in andere dingen. Met Bitcoin ben ik bezig. Dus, weet je, dus ik heb het gevoel wel. Alleen, ik noem het dan geen shitcoin. Ik weet het gewoon er te weinig vanaf en het boeit me gewoon even niet. Dat is meer mijn houding een beetje of zo. Nee, maar dat is toch ook prima? Kijk, de vraag was van Jan, van ja, kan iets anders waarde hebben? Daar kunnen we het even over hebben. Verder denk ik dat je in een hele duidelijke hiërarchie zit. Dat ziet dat Bitcoin eigenlijk het enige project is dat bewezen heeft dat het bestaansrecht heeft op lange termijn. En Ethereum, die komt misschien als een tweede, dat die zegt van, nou, die hebben, het is een beetje uit de categorie, ik voel nattigheid, hè, maar als je je hand onder de kraan houdt, je voelt nattigheid, maar als je dan kijkt die hand, dan zit er ook eigenlijk niks in nog. Een beetje dat gevoel bij Ethereum, ja, ja. Van ze hebben wel iets, maar wat het nou precies is nog onduidelijk. Het zijn experimenten. Dus dat is veel minder mature, veel minder volwassen dan Bitcoin. Veel minder zeker ook, veel hoger risico, veel meer kans dat het nog ergens strandt of mislukt of crasht. Nou, ga je dan nog een stap verder naar bijvoorbeeld de DeFi tokens. Of projecten die zeggen, we gaan Ethereum killen. Ja, die zijn natuurlijk nog experimenteler. Dus daarom zeg ik al tegen iedereen van, koop Bitcoin, punt. Ja, maar ik wil ook iets met alts. Nou, oké. Als je dan iets wil, doe your own research en doe dan een klein gedeelte en begin dan eerst eens te kijken naar Ethereum. Ja, maar ik wil ook van die penny stocks, van die small caps. Want die gaan nog keer 100. Zeg nou, de kans is ook heel groot dat ze naar 0 gaan. Dus doe je research. En als je het dan doet, doe het dan misschien met 1%. Ja, en ik denk ook daar, Bert. Dan heb je, want ik hoor daar, ja, kijk, weet je, ik herken daar mezelf ook wel een beetje in van 4 jaar terug. Kijk, ik heb wel zoiets, mensen mogen ook best naar me toe komen en zeggen van, ik wil inderdaad van die penny-achtige stocks en van die low-cap, whatever coins. Maar hou dan even op met dat verhaal van dat dit de Uber op de blockchain is. Weet je, hou je bek. Zeg gewoon, ik wil veel geld hiermee verdienen. Ik hoop dat het keer 100 gaat. Prima, ja. Stop daar, weet je. En bespaar iedereen het gezever dat het daadwerkelijk iets revolutionairs is. Ja, maar goed, doe wat jij doet met Lightning. Doe dat met zo'n project. Bedoel, stel dat je zegt van, nou, ik vind dit project, ik vind het zo tof wat ze doen. Voor mijn part gokken op de blockchain. En ik vind het zo geweldig. Ik ga daar 24/7 de komende jaren eraan bijdragen. Nou, dat mag. Ik bedoel, dat kan je doen. Ik bedoel, dat is prima. En dan mag je ook nog zeggen, ik vind het een tof project. Mag je ook nog in de groep gooien. En dan kunnen andere mensen dat afvakkelen of niet. Maar het is of dat. Dus dat je er helemaal in gaat en het begrijpt en eraan bijdraagt enzovoort. Of je moet gewoon eerlijk zeggen, nou ja, ik plaats mijn chips op de 35 bij de roulette. Ja. En gaan eens kijken of die valt. Ja. Heb ik ook weinig op tegen hoor. Moet je lekker zelf weten. Alleen ik wil daar gewoon mijn tijd niet meer aan spenderen. Dat is een beetje mijn punt. Ik ben daar gewoon een beetje klaar mee. Peet, zit je ready jongen? Want ik heb je proberen een beetje even weer op te wekken. Maar je centikilometer staat gewoon weer voor de deur. Zijn we door de donaties heen dan? Nou, ik vond dit wel leuk om even over. Maar nu mag jij je tempo er weer in gaan schoppen. Ja, oké. Nou, we gaan naar centikilometer. Dat valt best wel mee deze keer, vind ik. Ja, dat gaan we zien. Laten we de luisteraars daar zelf over laten beslissen, denk ik. Ja, dat is ook weer zo. Oké, Glassnode, die stelt dat het aanbod bitcoin sterk geslonken is. Wat zeggen ze erover? Ze zeggen dat ze sinds jaren nog nooit zoveel bitcoins van exchanges af hebben zien gaan. In de afgelopen 30 dagen zijn er ongeveer 270.000 bitcoins naar entiteiten buiten exchanges verplaatst. En waarvan zij zeggen, dat zijn entiteiten die wij beschouwen als hodlers. Dat is best bullish, denk ik. Mm-hmm. Alistair Milne die begrijpt niet waarom Aziaten bitcoins verkopen aan Europa en de VS. Die twittert dat en die refereert natuurlijk aan die prachtige koers die we op dit moment hebben. Het is uitverkoop. Ik weet niet of jullie salaris al gestort is. Nee, ik zit echt met mijn handen op mijn... ik zit op mijn handen eigenlijk. Te wachten. 31.500 dollar. Ik weet nog dat we vorige week zaten van het voelt toch gewoon lekker dat die 38,39 is. Maar ik zei voor de uitzending tegen Bert, ik zat even in mijn DCA-sheet te kijken en ik had nog een soort van omgekeerde panic buy gedaan. Volgens mij ergens eind december, 27 december. Toen gingen we ook nog even een keertje 5, 6 of 10% omlaag. Toen had ik wat bijgekocht. Salaris inderdaad net gestort. En het geinige is, dat was dus op pak een beetje 26.000 dollar. En dat was al... Ja, toen dacht ik al, wie koopt er nou op dit bedrag nog? En nu zijn we naar $31.000 gezakt. En daar sta ik alsnog 23% in de plus of zo. Dus het geeft natuurlijk wel aan wat voor... klappers omhoog hebben gemaakt de afgelopen maand. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ik bedoel, het is nu balen dat we 10.000 omlaag gaan. Maar kom op, moet je kijken waar we staan, joh. Goed, jawel. Kijk of ik nog steeds zo vrolijk ben als we nog een keer 10.000 omlaag klappen. Maar dat zien we dan wel weer. We hadden het er toen over van, joh, wanneer zou het voelen als we echt dat vorige niveau ontstegen zijn? Nou, het komen nu toch wel weer... Dat voelen ze niet beter op geworden. Nee. Nou ja, goed. Ik zag Dan Tapiro... Ik denk dat je het zo uitspreekt. Zag ik reageren op Alistair. En die zegt dat hij denkt... die heeft kennelijk ervaring of informatie over de Aziatische markt... dat die markt nog niet helemaal hersteld is. Psychologisch gezien. Van de verliezen die ze hebben gehad in 2008, 2019. Dat baseert hij op gesprekken met investeerders in Hongkong. En, zegt hij... in die regio zijn ze ook niet zo ingetekend op het Michael Saylor verhaal van grote instellingen die aan het inkopen zijn. Oké, interessant. Ik zag een tweet van Preston Pish langskomen. En die wees op een... niet Pish. Ik wil zo lachen als we dat in het Nederlands een soort van uitspreken. Preston Pish. Ik hoorde dat gisteren ook in de Bitcoin Show. Die had het over NY Dick of zo. Dat is gewoon ook een of andere organisatie, whatever. Moest ik ook zo lachen. NY Dick. Dat was geniaal. Ja. Ja, ik weet wel een beetje hoe je hoofd werkt. Maar het is inderdaad wel grappig. Nou, hetzelfde als dat van jou. It takes one to know one, zeggen ze dan. Ja, ik kan niet heel lang schijnheilig doen. Die zegt, jongens, ik heb nou echt iets gezien. Dat moet je doen. En 24 online lessen zijn dit. Van het MIT over Bitcoin. En de professor die het geeft is Gary Gensler. En het gaat natuurlijk om de bijen in de achter. De volgende SEC. Chairman, voorzitter. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Maar is dit nu een soort van sarcastisch dingetje of is dit echt een aanbeveling? Nee, juist niet. Nee, juist niet. Oké. Deze man die zegt daadwerkelijk zinnige dingen over Bitcoin. En dan ga ik dat checken. En vorige week hadden we het volgens mij ook even over dat het gerucht was dat hij die zetel zou innemen. En volgens mij is dat nu definitief. Dus leuk. Peter Chawaga... die meldt dat crimineel gebruik van Bitcoin afneemt. En volgens mij is dat gebaseerd op een nieuw rapport van Chainalysis. En ik geloof dat Pieter een schrijver of redacteur is voor Bitcoin Magazine, de Engelse, bitcoinmagazine.com. Ja, ik heb dat Chainalysis rapport nog niet helemaal doorgespit, maar ik zag getallen langskomen als 0,34% dat gelinkt zou zijn aan criminele activiteit. Volgens mij is dat een stuk lager dan wat er vorig jaar gemeld werd. Toen lag het nog rond de 1%. Maar ja, op zichzelf wel interessant. Ik zie best wel wat mensen die daaraan refereren met een bullish connotatie. Bijvoorbeeld Ryan Selkis, die bij Messari werkt, die er op die manier over praat. Hey, en Bert, je had nog wat gevonden over een bijstelling naar boven. Ja, ik heb het wel diagonaal doorgelezen. En wat ze daarin vertellen is dat... Het rapport van vorig jaar, namelijk uit eind januari 2020... daar komt het getal uit van die 1,1%... die wij best wel vaak gebruiken en ook doorgeven aan journalisten... die dan zeggen, ja, de helft van Bitcoin is crimineel. Zeggen, nou, kijk naar dit rapport, 1,1%. En ze zeggen nu, met terugwerkende kracht was het niet 1,1%... maar 2,1 of 2,2%. Want we hebben namelijk in de loop van 2020 ontdekt dat bepaalde transacties uit 2019 achteraf gezien crimineel bleken. En dat waren hoofdzakelijk transacties rondom de PlusToken scam. Blijkbaar, toen ze dat rapport maakten in januari 2020, wisten ze nog niet dat die transacties PlusToken gerelateerd waren. Of dat het ermee te maken had. En nu wel. En dus achteraf gezien moeten zeggen. En dat is natuurlijk best wel. Dat PlusToken was natuurlijk enorm. Ging over volgens mij 100.000 bitcoins of zo. Ik weet niet meer precies. Maar ja, heel veel grote getallen. Ja. Echt bizarre getallen. Je vertelde net over Dan Tapiero. Die dat had over Azië. Ik dacht nog niet hersteld. Ja, van de PlusToken scam. Ja. Want het waren vooral Aziaten. Aziatische landen. Waar dat PlusToken heel groot was. Maar dat betekent dus ook dat die 0,34%, want dat zeg je goed, dat is de uitkomst van dit jaar, dat misschien dus ook nog wel een onderschatting is. En dat zeggen ze er ook zelf bij, die 0,34%, dat is laag. En wij denken dit is wat we weten, maar het zou dus kunnen zijn dat in de loop van dit jaar dat we erachter komen, de terugwerkende kracht, dat bepaalde dingen toch nog wel iets crimineels in zich hadden, dat het nog iets hoger wordt. En ze gebruiken dan 2020 als voorbeeld voor hoe dat gebruikt is. Dus ik denk dat het goed is voor onszelf allemaal, wij als community, want dit getal gaan we misschien nog vaak gebruiken, het is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is 0,34% wat we nu weten. En een kleine nuance kan dus zijn dat het eventueel nog wat stijgt. Het is eigenlijk gewoon een peilwaarde met de informatie en de kennis die je nu hebt. Ja, eigenlijk is het enige wat met dat getal kan gebeuren is dat het oploopt. Want als er nieuwe informatie vrijkomt, bijvoorbeeld er worden identiteiten gematcht aan adressen, wat voorheen niet kon, ja, dan weten ze, oh, dat is kennelijk toch iets wat voor criminele doeleinden was en dus gaat het percentage omhoog. Ja, precies. Goede toevoeging. We gaan door naar Coinmetrics. Die had het over Ethereum en smart contracts. En die stelden dat ze weer overuren aan het draaien zijn. En er zijn dan opmerkingen over. Bijvoorbeeld, is DeFi misschien weer momentum aan het krijgen? Decentralized finance. Hè? We hebben vorig jaar gezien dat nou, iets meer dan kortstondig dat daar echt wel heel veel leven in de brouwerij was. Coindesk Research die hint daar ook een beetje op dat het misschien weer te gebeuren staat. Ik weet het zelf niet. Ik heb de afgelopen maanden niet bovenop dat wereldje gezeten. Ik weet niet, jullie wel? Ik ben nadat ik mijn airdrop ben misgelopen, heb ik DeFi voor altijd opgegeven. Dat is natuurlijk niet slim dan, hè? Dan mis je de volgende weer. Ja, nou ja, goed, whatever. Ik denk dat Bert er meer zinnigs over kan zeggen. En dat gaat hij ook zeker doen nu, Bert. Dan komt hij, de spreekbeer. Ik gooi hem naar je toe. Ja. De roze microfoon. Ja. Het is nog niet hot. Het is nog niet zo hot als in juli, augustus, september. Toen gebeurde natuurlijk ontzettend veel. Heel veel projecten die tegelijkertijd met allerlei dingen live gingen en communities die met elkaar interacteerden. En een van de, ja, laten we zeggen, drempels waarover gestruikeld werd toen, dat was de capaciteit van Ethereum. Het Ethereum-netwerk was gewoon overbelast. Je moest $70, $80 betalen voor een swap op Uniswap op dat soort momenten om hem binnen een uurtje door te laten gaan. Nou, dat is wel heel extreem, maar dat soort dingen hebben we wel meegemaakt. Dat is nu niet meer. Dat is er een beetje uit. En nou ja, dan was natuurlijk de opmerking van, ja, dan moeten we wachten tot Ethereum 2.0 er is. Ja, dat duurt natuurlijk wel een tijdje. Maar intussen zijn allerlei projecten zelf ook bezig met andere layer 2 oplossingen. Loopring is zo'n project die zero knowledge roll-ups hebben. Dus een van de twee soorten roll-ups. En die zijn volgens mij op 1 januari, volgens mij begin dit jaar, zijn ze live gegaan daarmee. En dus een gedeelte van hun transacties zit nu op laag 2. En daar hebben ze ook wat rondom gedaan. Nou, dus dat experiment loopt nu. Optimism, dat is een clubje die maken optimistic roll-ups. Dat is een andere vorm van roll-ups. En die hebben sinds september hebben ze gepilot met Synthetics. En die verwachten ook komende maanden groter live te gaan daarmee. En Hermes is ook een optimistic roll-up technologieclubje, schijnt, waar deze week Tether mee is gaan werken. Dus het versturen van tethers. Er zijn en er zijn meer DeFi-projecten die dus roll-up-achtige layer 2 technologie aan het integreren zijn in hun producten, zodat een gedeelte van de interacties met zo'n product op een tweede laag gaan. Nou, dat maakt het dus sneller, goedkoper, en het maakt ook dat de eerste laag ontlast wordt, zodat dat ook goedkoper en sneller wordt. Dus ja, ik verwacht zelf eigenlijk dat pas als dit weer goed werkt, dus misschien wel kwartaal 2 of zo, dat dan DeFi ook echt weer tractie krijgt. Maar goed, dat is echt puur speculatie. Maar ik vond het wel leuk. Dit is zeg maar wel in de enorme grote hoeveelheid aan berichten over al die DeFi-projecten, vond ik dit wel een signaal. Ja, en daar wil ik wel wat aan toevoegen. Want dit is nou precies wat ik bedoel van, wat ik dus nou weer, dat kan ik dus niet begrijpen, dat als je bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd bent in hoe Bitcoin technisch werkt en hoe Lightning technisch werkt, dat je dit dan niet interessant vindt. Dat je je niet over het feit heen kan zetten dat je het niet eens bent met de monetaire eigenschappen van Ethereum. Ik kan die best wel goed naast elkaar zien. Ik ben geen Ethereum holder. Ik zou het ook niet zomaar voor de lange termijn per se holden. Ik zie daar echt wel andere eigenschappen dan met Bitcoin. Ik zie dat niet als een store of value. Ik zie dat veel meer als een aandeel in het bedrijf Ethereum, of whatever, hoe je dat zou willen noemen. Maar die proof of stake die ze gaan doen en die sharding, whatever chain die ze gaan maken, en die zero knowledge proof-achtige setups. Privacy technisch is dat hartstikke interessant hoor. Zo'n zero knowledge proof-achtige manier van werken. En als dat technisch uiteindelijk werkt op Ethereum, nou ja, dan kan dat waarschijnlijk ook wel op de een of andere manier in Bitcoin gebouwd worden of niet. Whatever, gaan we dan wel weer zien. Maar technisch gezien, dit soort experimenten, ja, vind ik best wel leuk om te volgen eigenlijk. En ik zie niet hoe dat zou kunnen bestaan naast een soort van Bitcoin-achtig, ja, Bitcoin-only approach dan niet. Maar ja, ik snap niet zo goed dat mensen zich zo hard hiervan afzetten, puur en alleen maar omdat ze Ethereum een shitcoin vinden of zo. Weet je, technisch vind ik dit best wel interessant om gewoon te volgen. Ja, dat is het ook. Ik hoorde een keer een gesprek tussen Vitalik en een van de Bitcoin Core devers. En die gast die zei ook van, ik vind het, jullie halen bij Ethereum best een aantal kastanjes uit het vuur, die voor Bitcoin ook heel interessant zijn, waar wij bij Bitcoin nooit live mee zouden kunnen experimenteren, omdat het veel te risicovol is, krijg je er nooit door. Maar er zitten best wel wat cryptografische dingen in die jullie nu bouwen en ontdekken, waarvan wij als Bitcoiners, devers, best wel geïnteresseerd zijn in wat eruit komt en hoe dat werkt enzovoort. Dus die zeg maar op het niveau van de techneuten is de interesse er ook best wel. Ik weet ook dat er best wel wat Bitcoin Core devers zijn die met interesse naar Zcash kijken, hoe dat werkt voor de privacy zaken. Het is niet dat ze eraan gaan zitten bijdragen of publiek zeggen, joh, dat is een goede munt of zo, maar de technische interesse, ja, die werkt wel anders dan het geschil op hoger, op zeg maar minder technisch. Ik denk dat je het een beetje moet zien als, weet ik veel, een voetbalclub. Ik bedoel, je kan ook heel erg fan zijn van Ajax en Feyenoord een slechte club vinden met slecht beleid. En dat wil je niet. En de Kuip is lelijk. En Rotterdam is een klote stad. Ja, dat zou ik niet weten waarom je dat zou denken. Maar het hypothetische geval dat je denkt dat het een lelijke, verrotte, Duits aanvoelende stad is. Dat kan. Maar ja, weet je, als er dan een goed voetballetje bij Feyenoord rondloopt, kan je alsnog wel genieten van een paar acties. En zo zie ik dit ook een beetje. Dat ik denk van ja, weet je, een beetje in de gaten houden. Het enige wat ik me kan voorstellen dat mensen, waar mensen aanstoot aan hebben genomen, is de manier waarop ze voor funding hebben gezorgd. Ja, die pre-mine bedoel jij. Bijvoorbeeld. Ja. En dat ze daar bepaalde principes, principiële bezwaren tegen hebben. Ja, of dat crimineel is geweest of iets dergelijks, I don't know. Maar goed, wie ben ik om iemands principes te beoordelen? Prima als je dat vindt. En je schrijft daarmee de rest van de cryptocurrency wereld af. Fine by me. Dat moet je zelf weten. Maar alle andere dingen, daar zie ik eigenlijk het nut niet zo van in. Bitcoin is niet te vergelijken met de rest, dus gaat ook niet vergelijken. Ja. Het heeft helemaal geen enkele zin. En voor de rest is het een kwestie van, joh, wat wekt het wel of niet je interesse? Vind je hier iets van of niet? Heeft het voor jou waarde of niet? En dan kun je daar gewoon over redeneren zonder elke keer maar weer te vergelijken met Bitcoin. Dat is waar het misgaat elke keer. Ja. Oké, we gaan... Pak hem gewoon op, Peet, want ik lul weer door je kilometer heen. We gaan even naar de BlackRock. Welcome to the BlackRock. Ja, we hebben volgens mij eerder, ik weet niet of dat vorige week was, in ieder geval een paar weken geleden, wel wat gezegd over de CEO van BlackRock en ook over de CIO van BlackRock. Die deden toen bullish uitspraken over Bitcoin. In 2017 zeiden ze volgens mij nog, daar willen we niks mee te maken hebben, maar het was helemaal omgeslagen. Nou, en nu dan, te midden van die enorme keldering van de prijs, komt juist BlackRock naar buiten toe met het bericht dat ze zich toch wel willen blootstellen aan Bitcoin in de vorm van Bitcoin futures. Ik lees even voor. BlackRock, the world's largest asset manager with 7.8 trillion under management, appears to have granted at least 2 of its funds the ability to invest in Bitcoin futures. Volgens mij is de reden dat ze dat met futures doen, omdat het dan makkelijker is om het risico waar ze aan blootgesteld zijn sneller te vergroten en te verkleinen dan als ze er direct aan blootgesteld zouden zijn, dus door zelf Bitcoin aan te kopen. Ik heb best wel wat tweets hierover gezien. Dit werd wel met open armen ontvangen, maar ik moet eerlijk zeggen, het redde het niet tegenover, want gedurende deze week zagen we toch wel een omslag in het sentiment online. Best wel veel FUD. Verschillende soorten FUD. En wat is FUD voor de nieuwkomers? Nou, FUD is kut. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja nou, dat is inderdaad... dat is, laten we het bij. Dat is wat het is. Je bent het liefste FUDloos. Ja. Nee, FUD staat voor fear. FUD met peren, wordt er ook vaak gezegd. Zit hij gewoon... Doe ik het eindelijk serieus, gaat hij er gewoon nog slechter op reden. Oké, fear, uncertainty en doubt staat het voor. Ja, en dat, misschien is het wel een goed teken, want dat bevestigt wel dat je een boelmarkt ziet. Vaak zie je in een markt, in een boelmarkt krijg je veel aandacht. Hè? Dus Bitcoin komt bij journalisten langs, zijn meer bedrijven die wat mee gaan doen, mensen enzovoort. En daarmee neemt ook de negatieve aandacht toe in de vorm van kritiek of aanvallen, maar ook in ongefundeerde uitspraken. En ja, die kunnen twijfel brengen in de markt. En volgens mij las ik dat er zijn bedrijven die zeg maar, het sentiment meten en dat uitdrukken. En ik geloof dat we nu wel echt tegen de bovenkant van de FUD-meter aan zaten. Want er zit een grote twijfel nu in de markt door dus allerlei soorten berichten die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar daar komen we straks nog even op. Dus dat nieuws van BlackRock, dat verdween daar een beetje in. Nou, Blockport die meldde dat Grayscale daar lak aan heeft. Die gaat gewoon door met kopen. Even... Oh ja. Ja, veel ook ja, volgens mij. Voor mij 3 keer wat er gemined wordt of zo. Ja, dus hier ik lees even voor. Grayscale adds a further 7,800 Bitcoin worth 305 million over the past 24 hours. Nou, dat gaat wel lekker dus. De afgelopen 30 dagen hebben ze ongeveer 65.000 bitcoin aan hun fonds toegevoegd. Ze zijn lekker aan het stekken, die jongens. Dollar. Ze zijn lekker aan het stekken, dus al die verkopers nu die vullen volgens mij de potjes van Blockport. Dus die spinnen daar al in garen bij. Ik zag ook dat Michael Saylor, ja, die was wat minder aanwezig met kekke tweets. Maar ik denk dat dat komt omdat hij een nieuw beroep heeft gevonden. Want hij geeft tegenwoordig lezingen aan bedrijven, nou, of aan CEO's of aan strategen daar die misschien iets willen met bitcoin. Hij heeft er heeft ook alle resources bij gemaakt. Dat staat dan op, dat is niet een hele mooie link, Michael C. Daar moet je nog wat aan doen. Nee. Hele lelijke link zelfs. De pagina heet Bitcoin for Corporations. En daar staat find out how you can harness the power of Bitcoin to improve your products, grow your company and create shareholder value. Dus hij is zich nu een beetje aan het richten op de zakelijke markt in plaats van de retailers die nu toch allemaal al achter hem aanlopen. Om te kijken of hij de bedrijven in dezelfde rij kan krijgen, denk ik. En in de tweet waarin die dat aankondigde, zei hij: corporations adopted oil, electricity, automobiles en de internet. Bitcoin is next. Nou, mooi. Als dat die prijs weer omhoog kan laten gaan, ik ben helemaal voor. Ik zag ook dat de IMF met een oproep kwam. Die zeiden: spend as much as you can. Dat is geloof ik de kop geweest die Reuters in een bericht heeft gegeven aan een nota of een statement die vanuit de IMF is gedaan. Ja, dat haakt dan weer mooi in op het sentiment dat we tot aan deze week eigenlijk alleen maar hoorden, was dat van de money printer. Daar ga ik me trouwens binnenkort eens even in verdiepen. Dat vind ik nou in die money printer. Want ik zat er met mijn huisgenoot, die vroeg me daar wat dingen over en toen dacht ik van, nou, ik weet wel ongeveer natuurlijk hoe het zit. Maar ik vond het nou wel eens geinig. Want ik had al eerder gezegd dat ik ooit eens op de website van de ECB had gekeken. En als je daar opzoekt hoe werkt kwantitatieve verruiming, beginnen ze bij stap 1. De Europese Centrale Bank koopt obligaties van banken. Ja, dat is leuk. Maar dat is eigenlijk stap 2. Ja, die printer die zit daar nog ergens voor. Ik bedoel, ik wil ook wel weten waarmee je dat dan koopt. Maar het grappige is, als je dus dat infographicje afgaat, daar komen ze op een gegeven moment, en dat vind ik wel, daar doen ze dus een paar aannames of een paar assumpties, gebaseerd natuurlijk op het Keniaanse economie. Maar daar wordt dus gezegd op een gegeven moment, lenen wordt goedkoper, bla 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 bla. Dus, en dan bij stap 4 zeggen ze, bedrijven en particulieren kunnen nu meer lenen en minder uitgeven om hun schulden terug te betalen. Dus bij lage rentes hebben ze het dan over, dus minder rentebetalingen. En dan stap 5, daarom wordt consumptie en investeringen gestimuleerd. Dus ik vind het wel grappig. En dan hier staat weer hogere consumptie en meer investeringen ondersteunen economische groei en werkgelegenheidscreatie. Dus dat is echt, zeg maar, dat past dan weer bij het IMF van, ja jongens, uitgeven en consumeren. En liefste gisteren nog dan vandaag eigenlijk, als het even kan. En dat is natuurlijk precies een compleet andere kijk op dat, ja, dat is een hele specifieke kijk op de wereld en de economie, zeg maar. En ik vind het wel interessant om daar eens even wat verder op in te duiken. Dus dat ga ik eens doen binnenkort. Dan moet je wel goed blijven graven, hoor. Want ook dat verhaal van de ECB, wat ze zelf daar zeggen, dat is eigenlijk nog niet hoe het echt werkt. Achter de schermen is het gewoon nog weer een stukje ingewikkelder. De plumbing, zeg maar, het loodgieterswerk van het financiële stelsel is gewoon wel ingewikkeld. En het verschilt ook weer hoe dat in Amerika gaat en in Europa. Maar ik heb wel eens wat podcasts erover gehoord, maar iemand die daar echt gewoon, zeg maar, vuistdiep in zit, die echt expert is op dat gebied, dat uitlegt. Ja, dat is moeilijk te volgen zelfs, gewoon hoe dat precies gaat. En dan kom je er ook achter dat het feit dat zo'n centrale bank staatsobligaties opkoopt, dat niet per se het probleem is. En want dat is eigenlijk gewoon, dat wordt ergens van gekocht. En stel dat je een pensioenfonds hebt en die verkoopt staatsobligaties aan de centrale bank in het kader van QE, dan heeft het pensioenfonds eerst staatsobligaties en daarna heeft het cash. Dus het verhaalt eigenlijk de ene vorm van geld, want staatsobligaties die worden eigenlijk min of meer gezien als cash, hè, cash equivalent. Het verruilt eigenlijk de ene vorm van geld voor de andere. Dus wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nou ja, dat de markt verpest is. De markt voor leningen, omdat er dus een partij klaar staat waarvan private banken weten en pensioenfondsen, die kopen alle troep die ik van de overheid koop. Dus normaal is er natuurlijk een pensioenfonds gaat niet zomaar staatsobligaties van Griekenland kopen, weet je. Je bent wel gek als je het doet. Totdat er een centrale bank klaar staat waarvan je zeker weet dat ze het daarna weer van jou overkopen. Maar goed, ik sla hem waarschijnlijk wel weer wat te plat. Maar... ja, dus op een gegeven moment worden die staatsobligaties van Griekenland krijgen een lage rente en worden dus ook minder aantrekkelijk. Ik bedoel, ik geloof dat staatsobligaties van Portugal nu onder de 1% rente zitten, of misschien negatief. Terwijl die een staatsschuld van 150% hebben. Ik bedoel, dat is best wel bijzonder. En dat is logisch, want staatsobligaties bezitten betekent dus dat ze meer waard worden. Dus er zit een hele dynamiek omheen. Dus waarom zouden ze het dan verkopen? Als ze weten dat ze meer waard zullen worden, verkopen ze toch. Dus daar zit... ja, het is fijn als je daar eens induikt, maar wel echt diep duiken dan. Als je me er nooit meer over hoort, dan weet je dat ik verzopen ben. Nee, maar anders word je gewoon weer gefopt. Anders word je gefopt door de mooie marketingpagina's van de ECB. Maar ik vond juist die marketingpagina, die triggerde mij juist, omdat ik daar dingen mis. Zeg maar, overal waar je leest, wat is de definitie van kwantitatieve verruiming? Is dat er wel geld geschept wordt. Geld geschept. En letterlijk geschept uit het kantoor van Lagarde. Maar dat mis ik hier. En er zijn nog wel meer dingen. Kijk, wat ik wel een interessante kijker op vond. Ik weet niet meer waar ik dat las, maar dat heb ik ook opgeslagen. Dat was na de Eerste Wereldoorlog of zo, of na de Tweede Wereldoorlog, ik weet niet meer precies, begon Amerika ook ook heel veel schulden te maken, schuldpapier uit te geven. En dat hebben ze daarna gewoon hergefinancierd met nieuw schuldenpapier. En als die inflatie maar onder jouw groei van je eigen economie ligt, of andersom of whatever, dan op een gegeven moment dan valt eigenlijk die oude schuld gewoon weg, omdat het door de 10, 20, 30 jaar heen eigenlijk geen zak meer waard is. En inmiddels is jouw economie zo gegroeid dat je er weer goed voor staat met alle graadmeters die we hebben. Ja, en daar ben ik met je eens, Bert, joh. Dat is ook hartstikke lastig. Maar ik dacht, misschien kan ik eens zo'n infographic 1 stukje verder nemen en eens even uitzoeken van, oké, maar is er nou nog wat meer over te vinden of zo? Of kunnen we daar nog wat mee? En is het echt een money printer of is dat toch wat genuanceerder? Nou ja, sowieso dat laatste, maar ja, goed, weet je, we lezen toch wel dat er honderden miljarden bij komen elke keer aan steunpakketten. Dus het moet ergens vandaan komen en het moet ook ergens heen gaan. Dus nou, ik dacht misschien een klein deep diveje inderdaad. In het pierenbadje. Ga verder, Peet. Moet je wel oppassen dat je je nek niet breekt. Ja. Ik kwam ook Guggenheim tegen. Die kennen we nog wel als fonds. Die investeerde in Bitcoin, dat was toen groot nieuws. Ik geloof dat ze toen een grote prijsverwachtingen hadden. En die Scott Minert die komt er toch een beetje van terug nu. Die zegt eigenlijk, ben ik niet meer zo heel bullish. Ik denk dat we nu eerst helemaal gaan retracen naar $20.000, nou weer terug. En dat die 42.000 van dit jaar ook het hoogste punt is voor dit jaar. Dus die... als die mee had gedaan met onze voorspellingen, dan zat hij aan de lage kant. Nou, zo zeg. Hij is 10 keer minder bullish dan Bart. En ik zie dat iemand... ik zie jullie in de show, dat iemand ook nog even in de Bijbel heeft zitten neuzen. Wie was dat? Zou je niet verwachten tussen jullie twee, maar ik was het. Nee, ja, ik vond het grappig. En ik zie dat Bert ook nog... ik denk dat Bert dat was een linkje van het Nederlands Dagblad erbij heeft gepost. En ik zie daar wat heel leuks in de titel staan. Kijk, weet je, de echte hardcore bitcoiners zijn toch weer van... tegen de big blocks. En ik vind dat het Nederlands Dagblad dat gewoon leuk verwerkt heeft. Die zeggen gewoon in de titel Bitcoin blokje... Bitcoin blokje 666.666 blijkt ineens een bijbeltekst te bevatten. En ze zeggen ook, een introductietje, zeggen ze: alle transacties worden digitaal verwerkt in een zogenoemde blockchain. Een lange reeks van blokjes. Informatie die niet meer gewijzigd kunnen worden. Om te voorkomen dat je denkt dat het BSV is. Precies, ik vind het wel mooi. Ik ga ook over blokjes praten. Bij BSV hadden ze ook gewoon de hele Bijbel erin gezet, hè? Als dat... Ja. Maar Bitcoin-blokje, dat maakt het toch opeens een stuk minder cyberhornet-achtig, toch? Ja, precies. Ja. Heel schattig, inderdaad. Maar ik vind het wel mooi dat de ND'ers gewoon smallblockers zijn. De ND'ers? Ja, precies. Ja, Nederlands, ja. Maar ik vind Bitcoin-blokje, ja. Ik zag het in de Telegraaf dat het nu ook stond. Dus dat is allemaal ontdekt. Ja. Ja, klopt. Het is natuurlijk ook een geinig dingetje. Het is een beetje hetzelfde als wat we bij het Genesis-blok zagen. Hè? Banks on the brink of bailout was dat, geloof ik. Of iets in die richting. En wat er nu in staat... En nou, ik heb hem er niet voor niks ingezet. Want ik vond het leuk om dit stukje mee af te sluiten. Omdat het ook een beetje mijn voornemen was eigenlijk. Wat ik een paar weken terug had aangegeven. Ook in de live show. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. En was ik het wel mee eens, joh. Dat vind ik wel vet. Dat vind ik wel een goede instelling. Mooie levenshouding, toch? Ja, het is niet altijd even makkelijk. En nee, ik denk ook zeker dat je good kan zijn en nog steeds kritisch, / enigszins argwanend of whatever. Maar ik kan me er wel in vinden, joh. Ik denk ook van, we blijven soms met z'n allen een beetje te lang hangen in het donkere, duistere echo-chambertje van onszelf, waar elke instantie met enige vorm van macht per definitie onderdeel is van een groter, corrupter netwerk of zo, die ons allemaal naar de kloten willen helpen. Nou, nee, laten we dat gewoon eens anders denken. En ik heb ook zoiets van, ja jongens, als we overal op Twitter met z'n allen tegen iedereen die een beetje anders is dan onszelf zeggen, have fun staying poor. Ja, dan moet je ook niet gek opkijken als mensen een beetje toxic terug doen of zo, weet je. Dus ik zag dit en ik denk, leuk haakje om eventjes dat nogmaals... nogmaals erin te gooien of zo. En wist je dat hier die Bijbelse referentie niet stopt? Nee, dat weet jij. Daarom heb ik hem erin gezet. Die transactie die tekst bevatte, die is gestuurd naar 2 adressen. En de alfanumerieke waarde van die adressen, die bevatten de woorden God en Bible. Dus iemand heeft daar echt zijn best gedaan. Ja, dat is echt geinig. Wel geinig, ja. Hey, en ik heb ook even de US Debt Clock geopend. Ik zie daar heel veel getalletjes. Ja, sick is die, hè? Ja, dat is echt... Ik ken deze inderdaad. Maar elke keer als je hem opent, denk ik weer van... Holy shit, ja, ik dacht... Ik weet ook niet overal waar je naar kijkt. Maar voor de mensen die dat geinig vinden... dat is één zo'n gozer op Twitter die ik volg. Een of andere hacker of zo... die ook nog wel regelmatig over cryptocurrencies praat. Of Bitcoin eigenlijk vooral. De US Debt... Gewoon, wat is het? Schuldklok. De US Debt... US Debt Clock, whatever. Ja, dat is een soort van, hoe noem je dat? Dashboard. Nou ja, goed, als je dit als dashboard aan zou leveren als softwarebedrijf, word je doodgeslagen door je opdrachtgever. Maar alles gebeurt erop. Maar wat ik grappig vind, wat je hier een beetje kan zien, is wat de schuld is van Amerika. En je kan het bijvoorbeeld ook zien... Kijk, wat natuurlijk het hele ding van Bitcoin is, een beetje van libertariërs of whatever, een beetje die richting op. Dus dat eigenlijk natuurlijk wat overheden nu doen, waar we het over hebben, die geldcreatie, dat is eigenlijk niet de manier hoe je geld bij elkaar sprokkelt om je overheidsbeleid uit te voeren. Eigenlijk zijn er maar 2 knoppen waar je aan kan draaien, namelijk je belasting, hoeveel belasting je vraagt van de mensen in jouw landje. En de schulden die je uitgeeft. Dus lenen. Je kan geld lenen of je kan meer je bevolking hoger belasten. Dat zijn eigenlijk de 2 dingen. Maar goed, wat je vaak ziet is dat er voor de makkelijke derde weg gekozen wordt van extra geld maken. Geld printen. En hier kan je dus mooi zien waar dat een beetje toe leidt. Dus we hebben hier nu per belastingbetaler in Amerika is er voor dik $2 ton schuld eigenlijk. En ze verdienen per belastingbetaler... Nee, dat zeg ik fout. Per belastingbetaler verdienen ze €10.000 en per inwoner van Amerika verdienen ze $10.000 en per inwoner hebben ze $84.000 schuld. Dus daar zie je hoe krom dat een beetje begint te lopen. En dat is waar de middelkoopers en zo het altijd over hebben, van hoe lang kan dit nog goed gaan. Maar wat helemaal pijnlijk is van dit dashboard, nou, niet alleen de kleuren, maar je ziet overal cijfertjes bewegen, klokjes die oplopen. Behalve op de plek waar je het liefst ziet dat ze oplopen. Bijvoorbeeld bij het mediane inkomen van mensen. Of het aantal miljonairs. Nou goed, dat is niet zo heel belangrijk. Savings per family zie ik hier behoorlijk stilstaan. Dus de getallen die iets zeggen over het leven van mensen staan allemaal stil. En de rest loopt op. En dan vooral bij de schulden. Ja, misschien is dit een soort van... alternatieve weergave van het Cantillon-effect. Maar dat zal heel, heel ver gezocht zijn. En leuk joh, ik zou er lekker naar kijken. Dit is hartstikke mooi om op de achtergrond te hebben. Ik zou hem naast je BitMEX grafieken zetten. Als je dan nog geen epileptische aanval hebt gekregen, dan ben je immuun. En dit werkt ook goed als je bijvoorbeeld inderdaad mij wil volgen en lekker positief wil blijven. Dan moet je deze ook even opzetten. Dit is echt, dit haalt je zo weer uit die negatieve sferen. Nee, maar het is, het is geinig om te kijken. Er schijnt er ook eentje van Europa te zijn. Die werd in de chat ook geplaatst vandaag. Oh, ja, okay. Ja. We moeten nog iets over banken en bitcoin zeggen, jongens. Klopt, ja. Het is al een tijdje geleden dat de OCC iets heeft gezegd over banken in de VS. Hè? En de OCC staat voor The Office of the Comptroller of the Currency. En dat is een agentschap van de Amerikaanse ministerie van Financiën. Hoort in het rijtje thuis bij de Fed, CFTC's, SEC en dat soort toko's. En van al dat soort instanties is de OCC de oudste toezichthouder van de VS. En hun bericht is een paar weken geleden geweest dat banken mogen deelnemen aan financiële netwerken waarvan de infrastructuur al dan niet gebaseerd is op een blockchain. Bijvoorbeeld een stablecoin of bitcoin. En eigenlijk stellen ze dat type infrastructuur gelijk aan Swift en aan Fedwire en aan weet ik veel wat voor systemen er nog meer zijn, waarop transacties worden gesetteld en afgehandeld. Toen dat uitkwam, explodeerde dat bericht best wel op sociale media. Dat werd toen als een van de meest bullish gebeurtenissen ooit neergezet. Nou, en ik vroeg me wel af van, joh, is dat terecht? Hoe wegen we dat nou eigenlijk? Ik heb er zelf even over nagedacht. Ik weet ook dat die OCC zich al eerder positief uitgelaten heeft over de cryptomarkt. Ze melden in juli, was dat juli 2020 dus, dat banken cryptovaluta mogen bewaren. En ook dat de deur op een kier staat om diensten om cryptovaluta heen te organiseren en lanceren. Ze zeiden toen letterlijk, als bewaardienst mag je verder gaan dan enkel passief de keys bewaren. Nou, ik heb wat positieve dingen op een rijtje gezet. Dus wat positief is, denk ik dat banken dus cryptovaluta mogen bewaren en diensten daaromheen mogen lanceren. Ze mogen deelnemen aan publieke blockchains. Ze mogen van stablecoins gebruik maken en ook van andere cryptovaluta. Er is kennelijk in de VS ook niet een volledig in de volledige breedte georganiseerde frontale aanval op cryptovaluta aan de hand. Dus dat kan je wegstrepen. Er zijn ook blijkbaar meerdere banken die hier vragen over hebben gesteld. Want die brief die de OCC heeft gepubliceerd is een antwoord op vragen erover vanuit de banksector. Banken mogen ook stablecoins gaan uitgeven, wisselen naar fiatvaluta, transacties valideren, opslaan enzovoorts. En blijkbaar zijn er ook mensen bij de overheid van de VS betrokken die wel echt iets weten van cryptovaluta. In ieder geval aantonen dat ze iets van onderliggende technologie snappen. Dus een soort van de seinen op groen voor banken. Dat stonden ze al wel, nu nog wat explicieter. Dus ja, het meest bullish toen, nou dat weet ik niet, maar op zich wel positief. Ik ben wel benieuwd hoe jullie er naar kijken. Toen bleef het afvallig stil. Ja. Ja, zal ik zeggen, ik ben wel benieuwd dat Bert heeft hier denk ik wel, of in ieder geval, die heeft toen ooit eens gezegd dat hij hier wel wat nuttigs over te zeggen heeft. Voor mij triggerde het meer om eens te gaan kijken van wat Swift nou ook alweer precies deed, zeg maar. Dus van oké, ze mogen het gebruiken voor settlement en clearing en zo. Maar dat is ook het meest geschift complexe proces wat er bestaat op de wereld. Naast het brein van een vrouw. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar dat is wel een beetje hoe het... waarvan ik dacht, hoe zit dat überhaupt even ook alweer of zo? Zodat ik het kan vergelijken met bitcoin of zo. En ik denk dat ik voor die vraag, hè, waar die donatie heb ik straks ook nog wel een antwoordje. De redding voor commerciële banken ging dit over. Dus ik laat eerst nog even Bert hierop op reageren. Nou, op het punt van wat er nu door die OCC gecommuniceerd is zelf, kan ik niet goed inschatten wat de echte betekenis is. Dus wat er nu anders is, nu dit er ligt. Het is natuurlijk wel door ongeveer elke show, elke zeg maar uitgeverij, Bitcoin-uitgeverij besproken. En daaruit maak ik ook op dat eigenlijk niemand het precies weet. Want er komen allerlei verschillende interpretaties komen eruit. En veel gehoorde vind ik dat mensen zeggen van, nou ja, ze zeggen iets wat al lang zo was. Dus het betekent eigenlijk weinig. Ik bedoel, Jack Manners zegt het bijvoorbeeld ook van, ja, het is leuk dat ze het zeggen, maar we hadden net zo goed gelanceerd. Want ja, in principe is het verder niks anders. Andere mensen zeggen, ja, dit gaat helemaal niet over Bitcoin of over Tether of over DAI. Dit gaat over dat banken hun eigen stablecoins kunnen gaan uitgeven. Nog weer andere mensen die zeggen van, ja, dat doen ze omdat ze denken, ah, Bitcoin, cookie, schattig muntje, dat kan wel, kan mij het schelen, weet je zo. En dus, wat zullen ze ons onderschatten? Dus dat vind ik ook nog wel een aardige. Maar ja, dus dat weet ik niet. Maar ik was hierover aan het nadenken, tenminste toen dit een week of 3 geleden, want volgens mij had ik het toen ook over met Peter in de auto toen we naar Rotterdam reden voor de live show. Dus het is al drie weken geleden. Ja. Toen hadden we het erover en toen dacht ik van ja, Bitcoin, ja, dat was mijn hypothese en daar ging die donatie ook over. Bitcoin zou wel eens de redding kunnen zijn voor commerciële banken. Kijk, commerciële banken hebben het niet makkelijk. En denk even aan de dinosauriërs onder de commerciële banken. Hè? Dus de Rabobanken, de ING's en de ABN's. Daar werken dus mensen die dan serieus met in een nieuwsbrief komen met een stukje over Bitcoin. Dat ze zeggen, ja, maar het is een tulpenmanie. Nu nog steeds. Echt serieus. En die mensen krijgen waarschijnlijk uitstekend betaald. Hè? Tonnen per jaar, weet je wel. Dus die bedoel ik. Die categorie commerciële banken. Die hebben het zwaar. Ik bedoel, ze worden helemaal uitgehold door de fintechs die dezelfde soort diensten aanbieden, maar dan hip en snel en met wel een goede app en goedkoper en weet ik wat allemaal en zonder dit en dat. De centrale banken zitten erachteraan. Ik bedoel, centrale banken die zeggen, die gaan digitaal centrale bankgeld uitgeven. En die zeggen van ja, weet je, cash loopt een beetje terug. En vroeger had je cash, contant geld had je en je had giraalgeld en bij de commerciële banken en dat hield elkaar nog wel een beetje in evenwicht. Maar ja, als het contante geld wegvalt, dan hangt er te veel af van die commerciële banken. En de centrale banken die weten natuurlijk ook wel dat commerciële bankgeld, dat eigenlijk geen geld is, maar schuld. He, dat is schuld van de bank aan jou en jij hebt een vordering op de bank. En nou, dat is best wel fragiel. Als dat omvalt of als dat systeem hapert, ja, dan wat dan? Hè? En dus dat is de ene kant, het risico. De andere kant is dat die commerciële bank gewoon wel veel macht krijgen. Want eigenlijk alles in een land wat er met geld te maken heeft, ligt ineens bij die commerciële banken. Als je geen contant geld meer hebt. Ik bedoel, mind you, 2020 werd 2/3 van de transacties werd gepint. Dus digitaal betaald. En 1/3 contant. En 10 jaar geleden, 2010, was dat nog andersom. Werd 2/3 van de transacties was contant geld. En 1/3 werd gepint. Dus dat is een heel korte tijd is dat aan het verschuiven. Nou, met corona is het natuurlijk alleen maar sneller gegaan. Ik weet nog niet wat de cijfers nu gaan zijn. De Nederlandse betaalvereniging zal er wel weer een rapportje over uitbrengen binnenkort. Maar ik denk dat het alleen maar meer is geworden. Dat er zeg maar minder mensen nog met contant geld betalen. Nou ja, en lopen. Want ik geloof dat Rotterdam was toch, Bart, dat je met meer dan 2000 euro was je automatisch een drugsdealer. Ja, maar die een redelijk losgeslagen VVD'er in de stad, inderdaad. Ja. Maar die zit nu op een eilandje in de Maas, dus daar hebben we geen last van. Oh ja. Ja. Maar dat zijn wel de bewegingen. En dus die centrale banken die zeggen, wij gaan digitaal centrale bankgeld maken. Dat is een digitale versie van contant geld. Dus het heeft eigenlijk, het lijkt meer op contant geld dan op het rekeningssaldo bij de bank die je hebt in de eigenschappen. Namelijk dat het niet, het leeft niet in een database van de Rabobank, zeg maar. He, dus het is ook niet afhankelijk van de Rabobank. Er hoeft ook geen depositogarantiestelsel te zijn, want dat geld dat is gewoon, net zoals dat een tientje gewoon is. En dat willen centrale banken heel graag gaan maken. Ze zijn allemaal mee bezig. De ECB heeft af en toe een artikeltje, af en toe toespraakje van Lagarde. En dan gaan ze er wel wat over zeggen. En dan zijn ze aan het onderzoeken, zijn aan het bouwen, zijn aan het experimenteren. Gaat komen. China misschien wel als eerste. En want die roepen geloof ik al een tijdje dat het begint dit jaar zou komen. Ik weet niet hoe het ermee voor staat, maar dat komt. Dus er gaat er heel veel meer macht naar de centrale banken toe. En in sommige landen ook meer macht naar de overheid. Dat is een beetje onderdeel van dat MMT, hè, van de Modern Monetary Theory en van de money printer verhaal. Dat overheden heel graag dat geld op specifieke plekken in de economie willen laten komen. Dus bij de burger, bij de MKB'er. En dat lukt nu niet goed, dat komt daar niet. Hè? En dat zou je wel eventueel kunnen doen met digitaal centrale bankgeld. Dan kun je het gewoon in ieder zijn wallet stoppen. En als dat meer tractie zou krijgen, dat kan alleen maar natuurlijk in landen die monetair soeverein zijn, dus niet in Nederland, maar wel bijvoorbeeld in Canada, Amerika en Japan en Australië en Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Er zijn natuurlijk een heleboel landen in de wereld die zijn wel monetair soeverein en die zouden dat kunnen gaan doen. In Europa zit je natuurlijk met het hele ingewikkelde verhaal dat de ECB en de Nederlandse regering dat het natuurlijk op twee verschillende niveaus leeft. Dus er komt meer. Oei, Bert, je hebt jezelf op mute geklikt. Of Peter heeft jou op mute geklikt. Ja, er komt meer macht bij de centrale banken. En dus minder bij de commerciële. De commerciële banken die worden van verschillende kanten belaagd, zou je kunnen zeggen. Ja, wat kunnen ze nog? Nou, misschien komt er wel een punt dat ze zeggen, ja, dat Bitcoin, dat is wel een hele interessante categorie. Oh ja, wat er ook nog bij kwam. Ik las een artikel in het FD van iemand van de Rabobank, toevallig weer de Rabobank. Die had het over beleggen. En zij zei, er zijn te veel mensen in Nederland die sparen en te weinig mensen die beleggen. En dat is een probleem voor banken. Want banken verdienen veel meer op beleggen en spaargeld kost alleen maar geld. Dus wij gaan allemaal sessies houden en seminars dat we mensen gaan laten zien. Zo werkt beleggen en beleggen is goed voor je. Allemaal liedjes erbij en vlaggen en beleggen. Je moet allemaal beleggen. Dus dat is dat artikel. En ik denk, ja, die banken hebben dus moeite met hun business model, met geld verdienen, met die stomme Nederlanders die allemaal proberen te sparen. Natuurlijk moeten ze sparen, want ze willen dat huis kopen en niet een pot pindakaas. En dat lukt allemaal niet, daar hebben we het over gehad. Dus ze hebben moeite met die consumenten die niet willen beleggen, ze met een businessmodel. Die centrale banken zitten achter ze aan, die fintech-bedrijfjes die knabbelen eraan. Wat kunnen ze nog? En misschien is Bitcoin wel voor hun een fantastische manier om nog geld te gaan verdienen. Want ja, weet je, uiteindelijk, PayPal doet het in Amerika. Waarom zou de Rabobank het niet in Nederland gaan doen? Daar kun je tenminste nog een beetje geld voor vragen, voor alle diensten daaromheen. Ik weet het niet, maar... Ja, maar weet je wat het ook is, denk Bert? Ik ben het helemaal met je eens, namelijk een goed verhaal. Maar ik denk ook gewoon, kijk, in Nederland, de DNB zit er gewoon rete strak op. Dus je bent als private bank nu ook wel gek als je dan een beetje lofzang gaat houden over Bitcoin en whatever. Uiteindelijk is een private bank gewoon een private bank. Het is gewoon een commercieel bedrijf. Dus op het moment dat het mag en er is geld te verdienen en het is geen super sketchy bullshit, wat het niet is, wordt er gewoon een Bitcoin wallet aangeboden. Daar is niks sketchies aan. Er is niet sketchy om naast een bankrekening een Bitcoin wallet aan te bieden aan jouw klant en een custodial functie aan te bieden. Maar het is op dit moment de DNB die daar gewoon nog behoorlijk... dat zien we ook aan hoe de sanctiewet en zo geïnterpreteerd worden. Nou, daar zit een ander uiteinde van. Die staan er behoorlijk strikt in. En die hebben niet echt een pro-Bitcoin / cryptocurrency beleid. Dus ja, dan snap ik wel dat een Rabobank of een ING of een Rabo of noem een van die andere banken, dat die niet op de steigers gaan staan en daar tegenin gaan roepen. Ik bedoel, met alle regulatie die er nu is, Ga je niet je centrale bank die toezicht houdt op jou tegen de haren instrijken. Dat is hetzelfde als dat je weet dat je vader en moeder een hekel aan voetballen hebben en dan de hele tijd voetbalverhalen gaat vertellen op de verjaardag, weet je wel. Dat is gewoon dom. Nee, kijk, ik denk ook niet dat dit iets is... Ten eerste, ik denk niet dat dit iets is van dit jaar. Dus, nee, maar dus, het is geen kritiek op jouw verhaal, want ik ben het helemaal met je eens. Maar mijn punt is meer, op het moment dat Bitcoin nog een klein beetje doorgroeit en de centrale banken, in dit geval in Nederland de DNB, schaalt een klein beetje zijn mening bij en zegt op een gegeven moment, nou, onder deze voorwaarden, dit en dit en dit, mag je gewoon een wallet aan gaan bieden. Dan zijn al die negatieve verhalen van al die bedrijfsfunctionarissen en managers binnen al die grootbanken gewoon weg. En is er binnen no time, staat er gewoon een Bitcoin wallet op klanten te wachten. Dat is meer mijn punt. Die banken die gaan daar gewoon 100% mee overstag. Dat zei ik ook tegen die live show. Ik zie dat wel gebeuren. Als Bitcoin groot genoeg wordt, als er genoeg vraag is en als op een gegeven moment de regelgever en toezichthouder zegt van het mag, ja, geef het 2 weken, geef het een maand, dan is het er. Kijk, de reden dat ik dit koppelde aan dat OCC-ding is dat... Kijk, ik zie in Nederland, ik zie wel gebeuren dat Nederland het allerlaatste land ter wereld is waar dit gebeurt. Want de Nederlandse bank, en kijk, ik bedoel, kijk ook naar Rutte en De Jonge. De hele sfeer in de Nederlandse regering en de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën is dat ze hun burgers vooral zien als fraudeurs en scammers. En boeven die je in de gaten moet houden waar je een toeslagenaffaire mee moet beginnen. Ja. Dat is gewoon, de Nederlandse is extreem conservatief. Dus ze zullen hier liefst de hele economie slopen dan dat ze wat innovatie toestaan. Maar andere landen, bedoel, kijk naar wat er nu in Amerika gebeurt. Daar zijn allerlei cryptobedrijven die zijn banklicentie aan het aanvragen. Banken die zijn, PayPal is Bitcoin wallets aan het aanbieden. En nou, nu die OCC. Weet je, banken die zijn er gewoon in geïnteresseerd. Want zo'n OCC-uitspraak komt voort uit banken die vragen aan de OCC, doe hier dus een uitspraak over. Dus het komt ergens vandaan. Dus ik zie daar wel gebeuren dat banken zeggen van, nou ja, Kijk, die banken die hebben macht gekregen van de centrale bank om geld te creëren. Hè? Ja, want de commerciële banken die creëren veel geld. Hè? Dus jij wil een huis kopen en dan wordt er gewoon tik, 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 tik. En dan er is ineens 3 ton ontstaat daar in de computer. Fractioneel bankier. En die macht die krijgen ze van de centrale bank. Dit mogen ze. En in ruil daarvoor moeten ze aan heel streng toezicht voldoen. Kijk, als die verhouding tussen die centrale bank en die commerciële bank wat verandert, omdat die centrale bank veel macht naar zich toe trekt en ook geld gaat creëren, namelijk digitaal centrale bankgeld, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die commerciële banken, die, zoals je terecht zegt, inderdaad gewoon bedrijven zijn, dat die zeggen van, nou, we gaan dus een paar leuke businessmodelletjes naast zoeken. En dus die experimenten in Amerika met crypto, die zie ik vooral als mogelijk, hè, misschien, het is een hypothese, maar als een soort van verkenningen van, nou ja, misschien zit daar gewoon wel geld te verdienen. Nee, maar in Nederland zal het heel lang duren. Ja, maar ik ben nog wel benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt dan, waarom je dit ziet als de redding van commerciële banken, in plaats van gewoon een extra inkomstenbron voor commerciële banken. Want het is toch niet zo dat de verwachting is dat het gros van de producten waar commerciële banken nu geld aan verdienen gaat verdwijnen. Nou, dat is al aan het gebeuren, al 10 jaar. Dat elke keer er inkomstenbronnen opdrogen. Ja, is dat zo? Kijk, neem een Rabo. Ik weet niet precies hoe hun inkomsten verdeeld zijn, maar ik kan me heel goed voorstellen dat private banking en hypotheken en verzekeringsproducten niet per se gaan verdwijnen, omdat er CBDC's bij komen. Nee, maar wat Bert zegt is dat je wel een Adyen en een Molly hebt die bijvoorbeeld dat hele payment stuk van die banken uitgevreten hebben. En zo heb je ook van die fintech verzekeraars, fintech pensioen aanbieders, fintech zus, fintech zo. En die richten ze op 1 punt, zijn super lean en concurreren ze er gewoon uit op fees. En dat is wel interessant. En wetgeving wordt strakker, hè? Dus je mag niet meer zomaar al die, weet je, als je verzekeringen verkocht, vroeger mocht je gewoon dat bedrag wat je dan kreeg als tussen tussenpersoon. Ik geloof Rabobank die doet Interpolis dingen. Dat mochten ze dan in hun zak steken. Dat moet nu allemaal, ook bij hypotheken, moet het allemaal in rekening worden gebracht. Dus consumenten die zien ook meer. Dus er zijn van zoveel kanten. Ook vroeger verdienden ze geld met het wisselen van wisselkoersen. Weet je, dat wordt ook allemaal gewoon geconcurreerd. Dus er zijn ontzettend veel diensten die steeds dunnere marges krijgen. Eigenlijk is je stelling van een groot deel van wat ze nu als producten aanbieden, waar ze geld aan verdienen, dat worden commodities. Dat worden dingen die door veel verschillende partijen gedaan kunnen worden. Het aanbod wordt vergroot, prijzen gaan omlaag, enzovoorts. En wat blijft er dan over? Nou, ja, de waarde van banken wordt steeds ietsjes kleiner. En als dan ook nog eens de centrale bank zelf een stukje van die geldschepping over gaat nemen. Nou ja, terug gaat pakken eigenlijk. Dat is natuurlijk een beetje het ding. Daarom zijn die centrale banken erbij bezig. Die hebben het idee van, wacht even. Dat is ons taakje wat jij nu aan het uitvoeren bent. Maar goed, ja, ik denk... Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het ook nog wel een leuk punt is om eventjes... dat wilde ik wel even aanstippen. Want kijk, ik denk dat het sowieso goed is. Want dat kwam in die discussie die Bert en ik net heel even kort hadden. Waar we eigenlijk, denk ik, grotendeels hetzelfde zeggen. Maar het is belangrijk om te zien dat... Mensen hebben het vaak over bitcoiners zijn tegen banken. En dan heb ik altijd zoiets van... Ja, maar wacht even. Je hebt dus wat we net zeggen. Je hebt dus een groepje commerciële banken. Of een hele grote groep eigenlijk. En je hebt centrale banken. En dat is eigenlijk alsof je... Ja, dat is alsof je een appel met een peer aan het vergelijken bent, letterlijk. Want er zit eigenlijk heel weinig overlap in. En ik denk dat een bank, gewoon een bank in de puurste zin van het woord, is helemaal niet zo'n slechte partij. Ik denk eigenlijk dat dat zelfs een onmisbare partij is in een volwassen financieel stelsel. En je ziet het nu al gebeuren. Kijk, be your own bank, not your keys, not your coins. Dat is voor ons allemaal gesneden koek. Maar voor heel veel mensen ook niet. En dat is niet raar. Het is gewoon fijn om een partij te hebben. Ik heb laatst een heel verhaal gehouden over Casa met die multisig wallets, waar zij 1 key hebben en ik 2 bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal wel vormen waar je dus wel weer op een bepaalde partij gaat steunen, met een bepaalde expertise, met een bepaald vertrouwen, omdat je dat niet helemaal in je eentje wil doen. En dat is gewoon een hele ouderwetse functie van een bank. Namelijk gewoon het bewaren van geld, het bewaren van iets van waarde, een bewaarfunctie. En daar is eigenlijk helemaal niet zoveel mis mee. Het probleem is gekomen... Ja, maar dat doen ze dus niet, Bart. Ze bewaren je geld niet. Nee, die bedrijven bestonden vroeger ook, dat heette kassiers. Die bewaarden je geld voor je. Maar wat ze nu doen, is dat ze ermee gaan lopen stunten. Ja, maar ik weet wel wat fractioneel bankieren is. Maar dan, zeg maar, don't hate the player, hate the game. Zeg maar, het hele geldsysteem is van alles mis mee. Met de monetaire verruiming en alle gekke fractionele bankieren en dat soort dingen. Alles wat we hebben gezien, ben ik helemaal met je eens. Maar een bank aan zich, een bank als een plek, als een persoon, als een bedrijf, wat voor jou geld bewaart, whatever je voor je het naampje geeft, is niet slecht. Dus mijn punt is een beetje dat mensen, bitcoiners of nieuwe bitcoiners, heel erg in de stress schieten als ze het woord bank horen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Lagarde. En daarna trekken we het naar alle bankiers. En dan dacht ik, ja, maar dat is... Je moet het lostrekken. Je hebt een centrale bank en als we het over Lagarde hebben, dan hebben we het over de money printer. Dat is een heel specifiek ding. En precies wat jij zegt, als we het vaak over de ING hebben en fraude en whatever, of de Rabobank of whatever voor bank, dan gaat het vaak over fractioneel bankieren en wat daar fout gaat. Maar gewoon een bewaarfunctie van een bank is juist heel erg positief, denk ik. Bijvoorbeeld ook het faciliteren van leningen, van het uitlenen en het sparen van geld, is ook gewoon een hele... is prima om in een economie te hebben. Kijk, het probleem is dat zij spaargeld 100 keer uit kunnen lenen. Voor elke euro die erop staat, voor elke 5 euro geloof ik, 10 euro... kunnen zij er 100 uitlenen. Dat is fout. Maar op zich is het niet fout. Dat is als ik zeg tegen die bank van, joh, ik zet mijn bitcoin bij jullie neer. Dat hoeft niet gewoon 1 op 1 bewaard te worden. Jullie mogen daarmee de markt op. En als ik dan een wat hogere rente krijg, wil ik het best uitlenen. En dat zij dan de markt op gaan en gaan kijken, hey, Peter is daar, Bert is daar, die willen wat geld lenen. En die gaan het faciliteren. Prima, daar is niks mis mee. Dus ik vind het, dat wil ik nog even gewoon aanstippen. Dat ten eerste, eerste punt, gewoon een normale bank zoals ING, Rabo en ABN is ontzettend wat anders, heel erg wat anders dan een centrale bank. In alles wat ze doen eigenlijk. origineel hebben. En nu met die geldschepping is dat soms overlapt dat wat meer. Maar dat is in principe punt 1. En punt 2 is dat gewoon een functie van een bank of een functie van een centrale bank is niet zo gek. Een centrale bank die toezicht houdt, wat geen enorm log instituut is, maar die gewoon lean is, waar niet al te veel mensen werken, die niet al te veel macht hebben, maar die wel toezicht houden op de markt en op de banken die er zijn. Zoals jij zegt, Bert, dat ze bijvoorbeeld niet fractioneel gaan bankieren, terwijl ze zeggen dat ze dat niet doen. Hè? Dat is ook prima. Dus op zich is een functie van een centrale bank niet zo gek en een functie van een normale bank ook niet zo gek. Alleen de manier hoe ze nu functioneren is heel gek, wat jij heel terecht zegt. De spelregels zijn inderdaad discutabel. Dus dan zal je ook een centrale bank hebben die veel moet doen om al die regels te kunnen controleren. Het zou wel mooi zijn als je een soort autonoom netwerk hebt waarin de regels gewoon vast liggen. Ja, nee, precies. Maar kijk, maar stel nou dat we dus Bitcoin als een soort, dat die banken dat aan gaan bieden. En ze gaan het gewoon bewaren, netjes, zoals een bank dat hoort te doen. Dan heb je ook niet meer zo'n enorme centrale bank nodig met allemaal gekke regels en andere bullshit. Dan kan je gewoon kijken. Dus je kan gewoon in principe laten zien van oké, jullie hebben zoveel spaarders, die hebben zoveel bitcoin bij jullie staan. Laat maar zien met jullie wallet dat jullie die zooi nog steeds hebben staan. En dan ben je klaar. Dan hoef je niet... Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik zeg niet dat dan de functie van een centrale bank onnodig is. Maar het kan allemaal zoveel kleiner, efficiënter en minder... Kijk, het probleem met grote instanties is, en dat zie je met overheden, dat zie je met centrale banken, op het moment dat ze te groot worden, veranderen goede mensen in fucking slechte mensen, machtwellustelingen die allemaal maar gekke shit gaan doen. En dan gooi je er nog een bureaucratisch sausje overheen en je hebt helemaal een monster gecreëerd waarvan je totaal niet meer weet wat het doet. Zie toeslagenaffaire. Ja, en dat, daar zitten we nu een beetje in. Maar goed, ik wilde gewoon aanstippen dat op zich een bank is niet zoveel mis mee. Ook niet in een bitcoinwereld. Je bedoelt denk ik dat het systeem wel of niet ziek is en niet zozeer de mensen. Ja, dat ook. Ja. De mensen van de Belastingdienst, ja, er zijn heel veel mensen die op zichzelf denk ik niet verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd. Maar het systeem aan zich in het geheel is wel het probleem. En de vraag is, hoe ga je dat veranderen? Hoe veroorzaak je nou een systeemverandering bij de Belastingdienst? Een cultuur die zich in jaren, tientallen jaren wellicht, gevormd heeft. Hè? En dat is denk ik de uitdaging. Dat gebeurt niet door een minister te vervangen of zo. Of een directeur te vervangen. Het mooie is dat je dus... dat is ook weer een concept van Taleb ergens voor mijn naïef interventionism. Hoe heet het ook alweer, Bert? Naïeve interventie, om het zo maar te zeggen. Dus ingrijpen terwijl je eigenlijk gewoon je kluitjes ervan af moet houden. Kijk, weet je, met die hele toeslagenaffaire ook. Dat begon natuurlijk ook al ergens in 2012. Toen iedereen boos was dat 3,5 Bulgaar en een dode hond een paar toeslagenfraudes hadden gepleegd. Wat uiteindelijk echt een microscopisch klein aandeel was van alle toeslagen. Dat is de start geweest om eens even... Fraude moest harder aangepakt worden. Ja. En degene die daar toen het hardst achteraan zat, was Pieter Omtzigt overigens. Om er eventjes aan te tonen dat... Ja, kijk, sommige dingen, weet je, is... Je kan niet overal regeltjes op blijven stapelen. Ook al met goede bedoeling. Op een gegeven moment houdt dat op. En moet je maar gewoon voor lief nemen dat, net als met bitcoin en terrorisme en criminaliteit, dat zolang dat niet helemaal de spuigaten uitloopt, dan is dat er gewoon, weet je. Het is natuurlijk sowieso dubieus dat op dat moment niet werd gekeken naar... zou het systeem misschien onderdeel zijn van het probleem? In plaats van dat ze gingen kijken naar... joh, wat zijn die mensen nou aan het doen? We moeten nu vervolgens iedereen maar eens gaan behandelen als fraudeur... om te voorkomen dat mensen misbruik maken van het systeem. Ja, maar goed. Genoeg over de toeslagenaffaire. Zullen we nog even lekker naar FUT gaan? Nog meer FUT. Yes. FUT, precies. Nog meer FUT. De FUT-week. Ja, want ik zei het al. Er zitten nu een paar luisteraars die denken, nice, 1 uur en 55 minuten en nog een onderwerpje. Ze hebben gewoon geluisterd. Nou jongens, ik zit in mijn slaapzak klaar hoor. Avondklokje aan en ik ga tot 4 uur 's nachts door. Mijn 0.0'tje is leeg. De avondklok-editie. Ja, dat vind ik wel goed bedacht van jou. De avondklok-editie. Het is dus al opgeavondklokt. Maar goed. Kan je niet even naar je vrouwtje of naar je kinderen? Ja. Heb je kinderen niet opgevoed zo of zo? Kom. Ja. Hier. Ik weet niet of dat... Nee. Ja, ik had het al even over in die centenkilometer die we door gefietst zijn in sneltreinvaart. Dat gedurende de week het sentiment echt een beetje omsloeg. Hè, naar gewoon een beetje zo'n bearish sentiment. Twijfel. Ja, wel echt zo'n fut gevoel. Als je dat nog nooit gevoeld hebt, is het lastig te omschrijven. Maar dat werd toch veroorzaakt door een opstapeling van geruchten en berichten. Zo kwam er begin deze week een heel, tussen aanhalingstekens doorwrocht artikel live. De Bitshort heet dat op Medium. Dat ging over Tether. Dat was iemand die heeft echt een soort levenswerk gemaakt van een verhaal vertellen over hoe hij denkt dat Tether fraudeleus is. En dat is onwijs viral gegaan. In de categorie honderden retweets, misschien wel duizenden inmiddels. Daaroverheen kwam nog een stukje... Wat vind jij van de Tether-fut, Pete? Dat ben ik nou wel benieuwd naar. Ik vind het zelf... Ik ben er zelf niet bang voor. Zeg maar. Ik vind zelf eigenlijk ongefundeerde fut. Nou, wat is het idee? Het idee is dat tethers dus niet gedekt zijn door dollars of een ander asset. Met gelijksoortige waarden. Want dat is de bedoeling. Hè? Het idee was origineel dat er voor elke tether ergens een dollar in de kast ligt. Of een dollar of 70 cent en 30 cent aan aandeeltjes of zo. Of euro's. Nou, een tether is een club van techneuten. Die zijn ermee gestart. En die hebben niet van het begin af aan ervoor gezorgd dat er ook iemand zich over de compliance zou buigen. Die hebben dus niet van het begin af aan elke maand netjes een audit report of zo online staan. Van kijk, dit is ons reserve en dit is wat we uitgegeven hebben. Alles is mooi, de zon schijnt en jullie kunnen ons vertrouwen. Dus eigenlijk sinds de oprichting van Tether wordt er al gezegd van joh, Bitcoin wordt meer opgepompt, worden nepdollars geprint. De koers van Bitcoin stijgt alleen als er nieuwe tethers worden geprint enzovoort. Weet je, dat draagt dan ook weer bij een andere fut, namelijk Bitcoin is een bubbel, bla bla. En als OW, als Tether een keer, als dat aan het licht komt, nou dan heb je echt de pop aan dansen. Maar dat is de verhaallijn ervan. Nou, dit soort geruchten die zijn eigenlijk al zo oud als dat Tether oud is. En die werden wat luider begin 2019, geloof ik, was dat. Toen kwam de New York Attorney General naar buiten, geloof ik, met het bericht van we hebben Bitfinex onder de loep genomen. Of iFinex was het, dat is dan het moederbedrijf van Tether en Bitfinex. En wat die twee bedrijven die hadden een dealtje gemaakt onderling. De een heeft een lening afgesloten aan de ander. En dat is natuurlijk raar. Zijn er dan betalingsproblemen of zo? Wat is hier aan de hand? Ja, ook weer niet transparant. Wat zijn dan de voorwaarden van die lening enzovoort. En het is niet zo dat die Attorney General in New York onderzoek is gestart omdat er dollars worden geprint of zo. Of omdat ze weten dat er op die manier een bitcoinprijs wordt opgepompt of zo. Wat ze willen weten is, wat gebeurt er met deze commodity? Want zo hebben ze hem geclassificeerd voor het gemak in New York. Dus dat is een hele specifieke jurisdictie. En klopt het dat die commodity, dat daar een dekking voor is? Dat willen we weten. Dus produceer eens even het document waar we dat kunnen zien. 1, dat daar niet mee gesjoemeld wordt enzovoort. En... ja, die rechtszaak, daar gaat natuurlijk lange tijd overheen. Ik geloof dat deze week dat er, weet ik voor hoeveel miljoenen documenten overhandigd zijn. En ze hebben nog 30 dagen uitstel gevraagd om nog wat meer documenten te kunnen printen. Dat kunnen ze wel, kennelijk, documenten printen. En wat dan de uitkomst is, ik ben er niet zo heel erg bang voor wat de uitkomst is, eerlijk gezegd. Dit is niet iets unieks of zo. Tether die doet nu mee met de grote jongens. En die wordt net zo behandeld als banken. En ja, misschien dat de uitkomst is dat ze een boete krijgen omdat ze iets niet goed genoeg gepubliceerd of bijgehouden hebben. Dat zou kunnen. Maar ik zit eerder te denken aan zo'n uitkomst dan dat daaruit gaat komen dat er nul onderpand is voor de tethers of zo. Maar als dat wel je uitgangspunt is, dan kun je natuurlijk wel hele interessante verhalen gaan construeren. En dat is wat er telkens gebeurt. Dus er wordt een conclusie getrokken, er is geen onderpand. En van daaruit wordt er geredeneerd van wat er aan de hand zou kunnen zijn. En dan wordt daar bewijs bij gezocht. Kan je doen, ja... Ja, ik denk dat je dingen ook een beetje los moet trekken. Ik vind nog steeds Tether best wel gewoon een enigszins sketchy verhaal. In de zin van dat ze hem ook nooit echt hebben weten te overtuigen dat het wel goed zit of zo. En hoe langer dat duurt, ja, hoe vreemder dat is of zo. Een beetje, ja, dat ik denk van ja, nou, nee. Weet het niet. Het is natuurlijk gewoon lomp dat ze nog niet maandelijks laten zien hoe hun reserve eruit ziet. Nee, precies. Dus dat. Maar ik denk de soort van het verhaal wat er gemaakt wordt en de 1 + 1 = 2 en het verband wat direct getrokken wordt is van oké, dus Tether is sketchy, dus Bitcoin is sketchy of zo. Weet je, een beetje die gedachtesprong. En daar heb ik zoiets van, nou, in 2017 had ik daar nog wel in mee willen gaan. In de zin van, weet je, toen was het allemaal gewoon sowieso die Bitcoin pump wat meer gebaseerd op retail investeerders. En allemaal de volumes wat lager. En dat was allemaal nog wat beïnvloedbaarder voor manipulatieve figuren. Maar ik heb nu zoiets van, ja, als het weg zou vallen, heb ik het idee dat er nu wel, dat de markt wel wat volwassener is. En ik bedoel, kijk, als het zo blijkt dat Tether echt helemaal niks blijkt te zijn, dat het helemaal fout is, dan ga je alsnog wel natuurlijk effect zien gewoon op de markt. Ik bedoel, we zien nu nog steeds effecten op de markt als er even wat fout gaat, of als er ergens een keer exchange uitklapt, of als er een liquiditeitsprobleem is op 1 exchange, dan kan dat best wel invloed hebben. Maar ik denk niet dat dat het complete fundament onder Bitcoin weg gaat slaan, zoals dit artikel een beetje doet vermoeden. Dus ik denk dat je die twee dingen uit elkaar moet halen. Ik denk dat er met Bitcoin niet zoveel aan de hand is en daar ben ik niet zo bang voor. Eigenlijk niks aan de hand is wat met Tether te maken heeft. Alleen ik ben nog steeds wel benieuwd hoe dat nou zit bij Tether. Want daar ben ik wat minder enthousiast over die club zelf. Ja, ik heb wel regelmatig een podcast beluisterd. Want dan zijn ze te gast, vrij recent nog bij Peter McCormack bijvoorbeeld. Dus ze komen wel vaker, schuiven ze ergens aan. Dus ze proberen wel openheid van zaken te geven. Maar op de ene, kijk, dat stinkt natuurlijk. Het stinkt dat ze niet zo open kunnen zijn als een USDC. Ja. En kennelijk, misschien is dat al een kwestie van jaren sinds het begin, dat ze gewoon een aantal zaken administratief niet op orde hebben. Of hebben gehad en bezig zijn om dat te fixen. En daarna die openheid wel kunnen geven. Dat is een beetje het signaal dat ze geven in die podcast. Maar wat ze niet... Ja, en stel dat is zo, dan ga je het dus niet melden. Dat begrijp ik, want dan dat is alsof je een dynamietstaaf onder je eigen ecosysteempje en platform legt. Maar goed, en dus blijft dat soort fut een beetje rondzingen en komt dat constant terug. En een deel van die angst is gebaseerd op, oké, stel het is zo dat het niet gedekt is en dat klapt. Wat gebeurt er dan? Dan wordt er gezegd, ja joh, dan is Bitcoin ook klaar of zo. Nee, dat zijn hele... Dat zijn ook rare gedachtenkronkels. Ja. Het is niet zo dat Tether groter is dan Bitcoin of zo. Het is ook niet zo dat het logisch is dat als Tether zijn waarde verliest, dat dan Bitcoin ook zijn waarde verliest. Misschien heb je dan wel het scenario dat allerlei spelers juist Bitcoin inbewegen of een andere stablecoin opzoeken. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die geld verliezen omdat Tether door het putje gaat qua waarde. Want die gaat zijn link met de dollar natuurlijk niet behouden als iedereen de uitgang zoekt. Weet je, dus het hebben van Tether, daarmee neem je een risico. Mm-hmm. Dus je accepteert dus het risico dat er heel misschien iets aan de hand is met Tether, maar ik geloof daar niet in, ik verwacht dat niet. Ze zijn ook gewoon onder toezicht van FinCEN. Hè? Ze kunnen veel beter, maar het is niet zo dat ze gewoon maar ongereguleerd kunnen doen wat ze willen. Nee, eens. Goed, dat even over Tether. Je hebt ook energy, dus rondom het energieverbruik van Bitcoin. Er was een boze developer die viral ging met een draad over hoe ontzettend energie onzuinig en milieuvernachtelend Bitcoin is. Ja, dat komt eigenlijk ook altijd wel terug. Hè? En dat is wel typisch aan een bull market, dat je verschillende soorten verhaallijnen die Bitcoin in een negatief daglicht zetten, dat is dan in ieder geval de poging ervan, dat is vaak ook de toon, bij elkaar komen. Je had ook allerlei berichten over de intrinsieke waarde. Dus de value FUD heb ik dat genoemd. van Bitcoin is lucht. Er is helemaal geen reden dat het een waarde zou moeten hebben. Die is er niet, die is nul. Ja, en dan komt er ook, kan je dan de klok op gelijk stellen, dan komt het volgende onderwerp, de terror FUD noem ik dat. Dat gaat dan over witwassen en terrorismefinanciering. En dan was er een uitspraak van Janet Yellen, die werkt ook bij het ministerie van Financiën in de VS, en die zei iets van ja, het is wel zorgwekkend die cryptovaluta. Er kan best wel zijn dat daar loesje zaken mee gebeuren en zo. Dat moeten we wel reguleren, dat was wat ze zei. En dat wordt dan door allerlei mensen, of ja, trolls of bots of weet ik veel wat, geponeerd als van, Bitcoin gaat eraan, zie je wel, dit was het, jullie zijn te groot geworden, doe, la la. Nou ja, en dat gaat dan ook weer een eigen leven leiden. Nou, en dan komt Craig Wright nog een keertje langs met zijn eigen FUD, want die is heeft te lang in de schaduw gestaan. Die dacht, shit, ik moet ook weer wat, dus ik ga brieven sturen naar allerlei spelers binnen de Bitcoin-wereld, onder bitcoin.org. En bitcoincore.org volgens mij, van joh, jullie mogen de whitepaper niet hosten, want daar heb ik namelijk het copyright op. Net zoals allerlei andere mensen, want er zijn allerlei mensen die copyright hebben aangevraagd op het document, om te laten zien dat dat weinig voorstelt, zo'n copyright op zo'n whitepaper. Die registratie is in ieder geval, betekent niet ook daadwerkelijk dat iemand copyright heeft. En dat is ook, ja, dat leidt dan, dat is dan vervelend, leidt dan ook weer tot een soap eigenlijk in het Bitcoin-wereldje. En ik weet niet of we daar nu helemaal op in moeten gaan, maar dat voegt toe aan die ruis. Dus eigenlijk gaat het al die ruis bij elkaar, overstemt het signaal volledig. En vandaag dan ook weer die double spend, die is ja, ik geloof dat Cointelegraph de eerste was die erover publiceerde. De double spend FUD. Ja, die kreeg ik vanochtend in mijn, door voor mij Koos stuurde die door op Twitter. Heb ik even naar gekeken. En dat inderdaad, weet je wat, nou vertel eerst maar wat het was, Peter. Dan zeg ik daarna al wat ik ervan vond. Nou ja, ik kan vertellen tot hoe ver ik er ingedoken ben. Dus ik weet dat BitMEX Research best wel een actief teampje. Ik denk dat het niet een heel groot team is. Maar die zijn gewoon actief bezig met het doen van analyse naar wat er gebeurt op het Bitcoin-netwerk. En die houden dat bij. En die zagen een opvallend scenario langskomen. Die zagen dat er een transactie was die in 2 blocks aanwezig was, waarvan uiteindelijk degene won waar de laagste transactiekosten voor betaald waren. En die transactie had dezelfde input en dus was het van, misschien is het wel een double spend. Ik denk dat ze dat op een onhandige manier geformuleerd hebben en dat ging dan vervolgens de wereld rond als er is een double spend, Bitcoin is broken. En dat gaat echt zo ver dat het dus in zo'n Bloomberg terminal terechtkomt. Maar dat is het, want uiteindelijk was het punt volgens mij gewoon dat er een transactie gedaan was, die bleef te lang hangen. Dus toen dan wordt er een replace by fee gedaan, RBF heet dat. Dus dan stuur je dezelfde transactie met wat meer fee, zodat die dan uiteindelijk gemined wordt en die ander eigenlijk incorrect wordt. Maar in principe zijn het allebei correcte transacties. En nu wil het toeval, dat is natuurlijk heel toevallig, dat er precies op dat moment ook een soort van chain splitje was. Dat heb je wel vaker. Dat je dus een orphan blok krijgt. En één van die transacties zat uiteindelijk in de langste chain. En de andere transacties dus in de chain in dat stuk wat nu verworpen is, als het ware. Dus eigenlijk, Bert zei het al goed voor de uitzending. Weet je, eigenlijk laat het alleen maar zien dat Bitcoin precies zo werkt zoals het ontworpen is om te werken. En ja, weet je, dan komt het inderdaad in zo'n Bloomberg terminal terecht als zijnde Bitcoin drop 7%. Double spend of zo, identified, whatever, iets in die richting. Dat je denkt, Gewoon, nou, dit is geen double spend in de zin van een double spend attack of zo. Of dat het protocolstuk is. Kijk, het hoeft ook niet per se een RBF te zijn geweest. Hè? Het kan ook best wel zijn dat iemand een poging heeft gedaan om een ander op het verkeerde been te zetten. Dat kan. Als er zo'n stil blok ontstaat en er vindt een reorganisatie van de chain plaats, dan heb je een moment, een opportuniteit eigenlijk, om een ontvanger te misleiden. Bijvoorbeeld, ik stuur jou Ik koop voor jou je auto. Jij zegt, nou, daar wil ik 1 BTC voor. Ja, is prima. En ik maak met 1 transactie 1 BTC over naar je. En een andere transactie, eventueel dezelfde input. Maak ik daar 0,01 BTC van. En krijg ik de rest als change. In een stil blok die jij ontvangt en ziet, zie jij, oh, ik heb 1 BTC gekregen, mooi, nou, hier heb je mijn auto. En vervolgens vindt er een reorganisatie plaats, omdat dat niet de langste chain blijkt te zijn. Dan zie jij in je wallet die 1 BTC weer verdwijnen en krijg je warempel die 0,01 in plaats van die ene BTC die ik je opgestuurd heb. En dan heb jij verdorie veel te weinig gekregen voor je auto. Dat is mogelijk. Maar wel echt een edge case. En waarvan ik me afvraag hoe ver die goed uit te voeren is. Ja, maar ja, precies. Want dan moet je dus wel op aanvraag stil blocks kunnen produceren. Dit is wel typisch een case die beschreven staat in het Bitcoin whitepaper. Dus hoe uitvoerbaar is, weet ik niet. Maar dat het Bitcoin protocol zelf... Zeg maar, dit is niet nieuw. Dit is met voorbedachte raad dat dit kan. Daarom is het ook niet een goed idee. Als jij je huis verkoopt... een huis is slecht volgens, maar als jij iets verkoopt voor 100 BTC... dat je niet na 1 confirmation zegt... Oké, prima, toedeledokie. Maar even wacht. En bijvoorbeeld 6 confirmations afwacht. Want de kans dat je dan nog te maken hebt met orphans... die is wel heel klein geworden. Ja. Dat is ook precies wat er in de whitepaper staat. Dus welke richting het ook is, dit is niet iets wat te maken heeft met dat het protocol niet doet wat het moet doen. En het ding met die FUD, al die dingen die je opgenoemd hebt, bijvoorbeeld dat energieverbruik FUD. Elke keer dan open ik weer zoiets wat viral is gegaan en denk ik, ik hoop nu toch zo dat er hier iemand zit die verstand van Bitcoin heeft, verstand van de waardepropositie van Bitcoin heeft en dat is inderdaad uiteen gaat zetten tegen het energieverbruik of zo. En daar gewoon probeert een eerlijk verhaal over te schrijven. Want ik ben nog steeds er wel inderdaad wel geïnteresseerd in. Want ja, inderdaad, ik snap Bitcoin. Maar als ik dan zo'n filmpje uit zo'n mining farm zie... dan bekruipt mij toch ook vaak wel het gevoel van... zo, holy fuck joh, dat is een enorm... Wat zijn we hier aan het doen? Ja, dat zou ik ook waarschijnlijk krijgen als ik een filmpje zie van een goudmijn, by the way. Of het omsmeltproces van goud of whatever, hoe dat werkt. Maar... Dan lees ik dit weer en de tweede tweet was volgens mij alweer iets van TLD, too long didn't read on Bitcoin economics, it's a pyramid shaped investment scheme, en de derde is alleen weer that alone is sufficiently awful en het is pointless en underlying technology of Bitcoin is bla 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 slecht. En dan denk ik, ja, gaan we weer, schrijf nou een keer wat goeds, want ik sta echt best wel open voor kritiek op Bitcoin. Goede kritiek op Bitcoin. Weet je, als ik dan ook weer gewoon... En vaak komt dat van core developers die dan zeggen van... Ja jongens, ik weet niet, maar die privacy is best wel een probleempje eigenlijk. Dan weten we ook nog niet precies hoe we dat op gaan lossen. Dat vind ik interessant, maar... Energie is ook best een interessante discussie waar meer dan 10 echt goede argumenten voor en tegen zijn. Maar... Dat is niet waar dit stuk over gaat, van Peter. Dit gaat over de FUD. Dus energie is één van die onderwerpen die eens in de zoveel tijd als FUD, in de vorm van FUD, dat wordt geadresseerd. Ja, ja. Het doet niks af aan het punt dat energie op zichzelf een interessant onderwerp is waar je het ook over moet hebben. Net zoals de bloksubsidie. Dat die steeds lager wordt. Dat is ook een interessant onderwerp waar je het over moet hebben. Maar het kan ook worden gepresenteerd in de vorm van FUD. Ja, maar dat is mijn punt, Bert. Elke keer als ik zoiets open, dan hoop ik dat eerste. En dan blijkt het elke keer weer FUD te zijn. En dat is toch een soort van, je verwacht het, maar je hoopt op iets meer. Dat was meer mijn punt een beetje. Ja, en het is ook wel logisch, want het kost zoveel meer moeite om iets zinnigs te zeggen over dit soort onderwerpen. Dan dat het kost om zo'n one-liner of een draadje met ad hominems uit je vingers te persen. En dat is ook het probleem, denk ik. Ik denk ook gewoon dat er zeg maar de groep mensen die hier wat zinnigs over kan zeggen, op een neutrale manier, gewoon relatief klein is. Want... Nou, ik ben dus afgelopen week bezig geweest met een stuk over intrinsieke waarde. En ja, weet je, er is ook eigenlijk heel weinig geschreven over de intrinsieke waarde van Bitcoin. Zelfs de goede stukken Dus die bekend staan als goed stuk, vanuit de Bitcoin-wereld, vind ik dan wel leuk om te lezen, maar eigenlijk zijn het verkapte Bitcoin-shills. En niet zozeer dat je gewoon neutraal aan het kijken bent, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Dus dat de uitkomst ook kan zijn van, ja, het klopt, het heeft geen intrinsieke waarde, ja, prima. Precies. En ja, dat is een dingetje. En dit is toch, ik geloof dat bullshit paradox is of zo. Hè? Nou, ik weet niet precies wat het is, maar het kost gewoon echt veel tijd en energie om een bout statement, om dat te ontzenuwen. Omdat je dan ineens, als je dat artikel leest geschreven over intrinsieke waarde, ja, dat is gewoon best wel een groot thema, waarin je het gaat hebben over wat filosofen ervan vinden en wat economen ervan vinden en wat beursbeleggingsanalisten ervan vinden en bedrijfseconomen. En ja, dan kom je dus achter dat het heel genuanceerd ligt. En dan kom je er dus achter, het is moeilijk om het uit te zoeken. Het ligt allemaal heel genuanceerd en het heeft een hele grote historie, het onderwerp. Het is voor de meeste mensen al lastig om het genuanceerde stuk te lezen en te onthouden. En zeg maar, de drempel om het goed uit te leggen is zoveel hoger dan gewoon wat fut te strooien. Ja, het is heel asymmetrisch, hè? Ja. Dus je kan heel makkelijk kun je het poneren en het kost heel veel tijd. De hoeveelheid tijd die het kost om het, maar ook niet alleen van jou, maar ook van de lezer. Hè? Dus ook voor iemand die nou wel eens wil weten hoe het zit, de hoeveelheid tijd die het kost om te begrijpen wat de werkelijke, veelkleurige, genuanceerde wereld is achter intrinsieke waarde. Die moeite is veel groter dan de moeite van het lezen van het is allemaal kut. Dat is heel snel te lezen. Ja. Of het is allemaal goed. Dat vond ik wel een hele goede nuance van Peet inderdaad. Allebei de kanten, ja, precies, op is dat. Ja, ja. Datzelfde, kijk, het thema energie heb ik me deze week ook ietsjes in verdiept. Omdat ik van veel mensen vragen kreeg van wat vind je daar nou van? Nou, als je erin gaat verdiepen, dan zie je eigenlijk, we hebben het over FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. En er zitten in zo'n thema ook uncertainties en er zitten ook doubts. Maar er zitten ook, tegenover die uncertainty zitten ook zekerheden. En tegenover de doubts zitten ook kansen. Tegenover de risico's zitten ook kansen. Ja. En er zitten positieve ontwikkelingen in en dingen waarvan we vraagtekens bij moeten zetten. En de realiteit is dat de FUD-kant, die is makkelijker te triggeren dan de genuanceerde kant. Overigens net zo goed, en dat is de andere kant weer van de medaille, dat de FOMO-kant ook makkelijker te triggeren is dan de nuance. En ik denk dus dat met zoiets als Bitcoin, dat het haast onvermijdelijk is in de price discovery fase. Daar zitten we namelijk in sinds 3 januari 2009... zitten wij in price discovery. En het eindigt pas price discovery als Bitcoin of €0 is of $1 miljoen per stuk. En daartussen zijn we in price discovery. En daarin heb je altijd dat het enthousiasme van de stijging, die wordt overdreven. En als gevolg komt er FUD. Dan wordt de daling wordt overdreven. En als gevolg komt er FOMO. En ja, dat gaat gewoon zo door. En het vervelende, ik zag Jameson Lobb, die schreef erover: "The big boys aren't dumb. They will FUD the hell out of Bitcoin if it benefits them to get cheap coins. Don't fall for it." En dat is wel wat je ziet. Ja. De afgelopen dagen weer, dat er het aantal whales wat er is, nou ik geloof het zat al in de centimeter, nou in ieder geval het aantal whales is gestegen. Ja, er zijn meer mensen met meer dan 1000 bitcoins gekomen de afgelopen paar dagen. Want ja, die mensen die hebben een plan gemaakt, ik ga bitcoins kopen, en die denken, dit is een goed moment voor dat plan. Ja, ja, en dan kun je, en weet je wel, dus ja, dat hele idee dat al die whales, zeg maar, allemaal grote bedrijven altijd dan maar weer een soort van expres FUD gaan verspreiden om goedkoop in te kopen, dat doet me altijd weer een beetje denken aan 2017. Waar we ook, ja, soms kunnen we in de Bitcoin-wereld of in de crypto-wereld aan zich ook een beetje als een stel, ja, weet ik veel, als een stel boeren in het jaar 500 voor Christus of zo, iets in die richting, dat de oogst verpest is en dan geven we de schuld aan de god van de oogst of whatever. En in de Bitcoin-wereld kunnen we iets niet goed verklaren. Whales. Altijd whales. Ze dumpen, ze kopen, ze willen je, ze pushen de prijs naar beneden. Ja, maar ik bedoel hem wel. Dus ik zeg dat jij het zo bedoelt. Maar het is wel zo dat ik ook alweer las. Volgens mij zei plan B het dat al die grote bedrijven expres liepen te fudden. Zodat ze goedkoop in konden kopen. Dan denk ik, ja... Nou, gaat mij erg ver om ze allemaal op de frauderende hoop te gooien... dat ze gaan handelen met voorkennis en de markt manipuleren. Maar goed, misschien weet hij beter dan ik. Dat zou zeker kunnen, maar... Ik vind het hele boude uitspraken. Het is denk ik wel zo dat de big boys... Kijk, de big boys die zijn denk ik wel... de mensen die gebeld worden. Ik bedoel, dat zie je ook bij... In Nederland, in het medialandschap, dan komt er een stukje over bitcoin en dan bellen ze toch weer een of andere oude bankier van de ING op. Weet je? En dan is het toch met ING erachter en die zegt er dan wat over. En dat gebeurt in Amerika ook. Dus dan ontstaat er ontstaat dan een gerucht over Tether of, nou, Peter heeft ze allemaal opgenoemd, value, energy, ja. Terror. En dan bellen ze maar weer iemand van JP Morgan op en die zegt ja, dit is inderdaad wel risico. En dat komt er dan te staan, weet je wel. Dus die grote namen worden er dan ook een soort van aan verbonden. Ik denk dat effect ook meespeelt. Nu zou Nederland ook meemaken, nu daalt die prijs van bitcoin. Nou, ze hebben mij nog niet gebeld. Dus nou ja, dan heb je best kans dat ze dan toch weer een of andere bankier van de Rabobank gebeld hebben. Die zegt, ja, de prijs daalt. Ja, is niet zo gek, want het is natuurlijk een piramidespel. Weet je, ja. En dan staat ik snap wel dat hij dat zegt. Ik denk alleen niet dat hij het zegt om daarna zijn eigen zakken te vullen. En misschien dat er één zo'n rotte appel tussen ziet, maar niet allemaal. En dat is een beetje, maar goed, whatever. Nee, maar het gaat even om de vraag van waarom zien we elke keer die grote namen in relatie met FUT-thema's? Ja. Want dat is wel iets wat je kunt observeren. Ik bedoel, dit geval ook, als je gaat kijken in het lijstje, dan zie je wel weer ook grote namen daarbij zitten. Oh, nee, maar dat is wel waar. Maar ik denk dus, zeg maar, ik denk dat dat eerder komt, niet omdat ze zelf... En ik zeg niet dat jij dat zegt hoor, maar dat las ik een aantal keer... omdat ze zelf willen inkopen of whatever... in marktmanipulatieachtige theorieën. Ik zag net Constant het zeggen in de chat... en ik denk dat dat het is. Bitcoin tornt aan alles wat ze ooit opgebouwd hebben. Weet je, als jij 30 jaar als bankier jezelf opgewerkt hebt... in een bepaalde markt waar banken of de bank waar jij werkt... fractioneel bankiert en geld kan creëren... en hypotheken aanbiedt en allemaal weirde derivaatproducten en whatever... En er komt dan een bitcoin-systeem wat letterlijk compleet anders is... als alles wat jij ooit geleerd hebt, alles waar je ooit voor gewerkt hebt... alles waar je ooit promoties in gemaakt hebt, geld mee verdiend hebt, whatever... dan zeg je inderdaad dat het klote is. Daar kan ik inkomen. Je verdedigt inderdaad waarvoor je werkt en wat je gewend bent. Ik denk dat dat een simpelere, meer logische verklaring is. En dan is FUD een aanknopingspunt om dat verhaal te vertellen. Ja, zeker. Precies. Ja, het is en. Weet je, er zijn partijen die het expres doen. Er zijn partijen die het misschien uit rancune doen. Er zijn partijen die ook gewoon niet beter weten. Heel veel van die FUD is ook een stapeling van verschillende soorten verhaallijnen. Hè? Ik bedoel, de energy FUD, dus over het energieverbruik... Die is in zijn geheel natuurlijk gestoeld op het idee dat bitcoin geen waarde heeft. Er wordt natuurlijk overheen gestapt. Zo begint het vaak in het verhaal. Maar dat is eigenlijk een onderdeel van het verhaal dat helemaal niet uitgelicht wordt. Wordt helemaal niet gezegd waarom het dan geen waarde heeft. Want als de conclusie is dat het wel waardevol is, ja, dan is het misschien minder verspilling in hun boekje. Hè? Dus zeg maar, de aannames die worden gedaan bij het formuleren van dat soort verhalen, die rusten eigenlijk al op de gratie van het bestaan van andere verhaallijnen die gevormd zijn. Kijk, en toen ik bezig was met die intrinsieke waarde, met dat thema, dacht ik ook van ja, weet je, stel je bent econoom en je bent al tientallen jaren van overtuigd dat prijzen en waarden zich vormen in de context van intrinsieke waardetheorieën. Dus je gelooft dat dat te maken heeft met productiekosten. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je tot een heel andere waardering komt, een andere prijs, dan wat er nu in de markt, waarin nu voor gewisseld wordt van handen. Die $30.000, $40.000. En ik kan me ook voorstellen dat als je beleggingsanalist bent en je bent al je hele leven bezig met het waarderen van aandelen, Je komt een bitcoin tegen, je weet niet welk bakje die past, maar je past wel jouw fundamentele analyse erop toe. Je komt tot een intrinsieke waarde, zoals ze dat noemen. Eigenlijk een fundamentele waarde, dat je al vrij snel zegt van ja, dat is niks waard joh. Je hebt geen dividend, je hebt geen cashflow, er zit niks onder, dat is niks. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon, ja, dat is hoe het is. Dat is ook hun denkwereld. Maar zij bedoelen iets heel anders met hun intrinsieke waarde dan met de intrinsieke waarde zoals een econoom erover heeft of een filosoof erover heeft. Je kunt niet, daar gaat het natuurlijk al mis in een tweet. De intrinsieke waarde is nul. Welke intrinsieke waarde precies? Iedereen die dat zegt, iedereen die zegt de intrinsieke waarde is nul, dan weet je eigenlijk dat is of iemand die heeft geen idee waar hij het over heeft, of iemand die dat wel weet, maar expres zit te trollen, want hij wil zichzelf niet nuanceren. Of iemand die gewoon zit te trollen. En ja, weet je, dat is hoe het is. En dat geldt waarschijnlijk voor al dit soort gebieden. Want dat zijn vaak gewoon hele diepe wateren. En ik denk dat dat de essentie wel is. Hè? Hoe complexer en hoe obscuurder dingen zijn, hoe makkelijker het is om FUD te creëren. En dat geldt ook voor die Craig Wright. Die heeft inmiddels weet ik veel hoeveel pagina's aan onzin lopen verkondigen en schrijven. En nou, neem alle documenten in rechtszaken erbij. Ja, voor de meeste mensen is het gewoon niet meer te volgen. Weet je, hij kan roepen wat hij wil. Er zijn een handjevol mensen die het weten. En als je die volgt, dan weet je dat het elke keer nog steeds onzin is en zo. Maar ja... Ja, hij heeft een lange adem, want hij heeft geldschieters. Maar het is een hele vervelende stoorzender. Maar dat is het. Dat is het enige dat het is. Stoorzender. Bitcoin boeit het niet. Maar voor mensen is het... voor mensen is het natuurlijk wel kut. En dat is natuurlijk precies de reden waarom volgens mij Vladimir van der Laan... dus wel gewoon eigenlijk direct die whitepaper van... Hij had het ergens vanaf gehaald. Ik weet even niet precies waar vandaan. Bitcoincore.org. Ja, dus precies. Die kreeg een brief. Of iemand kreeg een brief. Misschien was het... Ik weet niet precies waar die aan toegestuurd is. Waarin stond van... Jongens, jullie moeten die whitepaper verwijderen. Ik heb de copyright op. En misschien dat er nog wat bij hoort. Ik weet niet of alle orders zijn opgevolgd. Geen idee. Maar die Vladimir van der Laan... Dat is dus de maintainer van de Bitcoin repository. Die heeft vrij direct, denk ik... Ja. Een pull request... voor de Bitcoin.org, voor bitcoincore.org, voor die website geplaatst. Met daarbij het bericht van jongens, die whitepaper staat op genoeg plekken. Hij is niet afhankelijk van deze website. Ik stel voor hem hier te verwijderen. En die is vrij snel geaccepteerd en poof, it's gone. Ja. En daar ontstond dus best wel een fundamentele discussie over... joh, wat doe je nou? Waarom geef je toe aan de eisen van zo'n charlatan? Ik kan me het wel voorstellen hoor, waarom die dat Vladimir's doet. Positie is van ja, ik wil gewoon mijn werk kunnen doen en niet bezig zijn of bang zijn voor dat repercussies. En andere bitcoiners zijn van joh, dat is niet hoe het werkt. Totdat er een miljonair achter jou aankomt en je de komende 10 jaar in een rechtszaal zit. Kijk, weet je, je kan hier recht staan en je recht krijgen is wel wat anders. En rechtszaken zijn gewoon kut, ook al heb je gelijk. En zeker als je tegen een vermogende partij staat... Kijk, toeslagenaffaire, dat is misschien niet helemaal hetzelfde. Maar daar stonden die mensen helemaal in hun recht. Maar ja, weet je, als de andere partij maar door kan procederen... of een bepaalde macht heeft of iets in die richting... dan is het gewoon een hele vervelende tijd. Ja, en dan krijg je 10 jaar later is het een keer opgelost... en is het allemaal fijn. Dan heb je wel een hele vervelende 10 jaar gehad. Dus ik snap hem wel daar. Een goed punt. Je zou kunnen zeggen van ja, weet je, dit soort procedures over copyright. Iemand die doet een statement, laat het er maar bewijzen. Dus negeer het gewoon, je hoort de uitspraak wel. Maar goed, ja, weet je, ik kan me wel voorstellen als je daar geen kennis van hebt, je wil gewoon niet met dat soort gezeik te maken hebben, dat je vrij snel zegt van jongens, ik haal het weg en ik doe een oproep. Bitcoiners, groepeer je en verdedig je tegen dit soort onzin. Ja, doe een oproep. Fucking Winkelvos, Michael Saylor, groepeer je. Weet je, kijk, je kan wel zeggen, maar als... stel, ik host hem op de Satoshi Radio website en Craig Wright stuurt een brief naar ons. Ja, haal ik hem er ook af, weet je. Ik ga niet ook maar mijn leven lopen verruineren of de kans daarop riskeren dat gebeurt. Weet je, daar moeten dan maar anderen, daar moeten maar gewoon zwaargewichten in in die scene, die moeten zich daar maar opzetten. Zo'n winkelvos met weet ik veel, die kunnen procederen tegen zo'n gozer. Laat die laat zij die whitepaper maar op Gemini.com zetten en dan gaan we dan kijken wat er gebeurt. Dat vind ik een beter idee. Je hebt ook crackwriteisnotsatoshi.com nu, waar met een Tor mirror, waar de whitepaper ook gepubliceerd is. Je hebt ook crackwriteissatoshi.com en die redirect naar crackwriteisnotsatoshi.com. Maar ja, en op bitcoin.org is ook een statement gedaan. Hè? Daar staat de whitepaper nog wel. Daar zit een team achter die daar veel meer scheid aan hebben. Die zeggen van joh, prima wat je allemaal zegt, maar dit is echt onzin. Dat vind ik een fantastische instelling hoor. Dat is ook duidelijk moreel gezien de beste instelling. Maar ja, dying for the cause, je moet het durven. Ja, maar op Twitter reageerde Cobra, dat is dan degene die ook dit verhaal op bitcoin.org heeft gezet. Die reageerde op Kelvin Ayer. Dat is natuurlijk de scheldschieter van Craig. Die reageerde van, kom maar achter ons aan. We hebben geld zat en zelfs en meer dan dat. Dus weet je, succes. Ik weet niet of dat dan grootspraak is of niet, maar misschien zitten die mensen op een container bitcoins en hebben ze zoiets van prima. Ja. Ik zag ook al meer bedrijven en projectgroepen langskomen die bij wijze van protest de whitepaper zijn gaan hosten. Dus het roept ook wel weer een tegenreactie op. Precies. Maar goed, ja, FUD dus, de FUD-week. Dat was denk ik wel een FUD-week. Ja. En wat ik zei, FUD is kut. Nou ja. Ja, en voor mijn gevoel is het goed dat het er is. Ook omdat het zorgt er wel voor dat de mensen die nu nog een bitcoin houden, dat die ook echt zeker weten dat ze het willen. Strong hands. Het het zorgt wel voor stronger hands. Kijk, bitcoin heeft wel de neiging om FOMO op te roepen bij mensen. Dus bitcoin zou er wel eens voor kunnen zorgen dat mensen toch onbesuist erin stappen, te veel kopen. En dat zijn allemaal potentiële tijdbommen. Dat zijn allemaal mensen die misschien over een jaar hun wachtwoord niet meer weten of weet ik veel wat. Omdat ze gewoon er dom ingedoken zijn. En doordat die FUD die rammelt even aan die poort van weet je het zeker? Heb je er echt over nagedacht? Of heb je gewoon in een dronken bui op die knop geduwd? En, nou ja, er zijn dus blijkbaar mensen die nu heel veel bitcoins verkopen. Want wat zei je nou? Grayscale vorige week? 200.000? Ik weet niet hoeveel. Nee, 20? 20.000 bitcoin of zoiets. Duizenden. Ja, die zijn dus door iemand verkocht. Nou ja, oké. Dus dit, misschien moet dit ook af en toe maar gebeuren. Dus ja, we glijden langzaam de marktupdate in. Daar kunnen we het er ook even over hebben, over die prijs. Want die was $42.000, hè? Wanneer was dat? Een week geleden of zo? Nou, dat was geen week, maar we zaten vorige week tegen de 40a. Was het hoogtepunt. Ja, 6 januari, dus dat is inderdaad alweer bijna 2 weken geleden. En daarna... Oh nee, dit pak ik de verkeerde kaart. Wow, dat was goud. Dat is ook naar beneden gegaan. Nee, wanneer was het? Het was 8 januari. Nou ja, dus dat is 2 weken geleden. En dus zijn we naar... 30.000 gegaan. En we zitten nu eigenlijk ook een beetje weer $31.000 op dat punt. We zitten nu een 25% lager dan die top. En ja, het grappige was, op 8 januari was dus die 42k. En op 11 januari was het 31k. En zeiden mensen, nou, dat hebben we weer gehad. Verder omhoog. Ja. Maar die kermis bleek toch wel koud te zijn. Want, ja, toch leek het vorige week een warme kermis. Toen zaten we, wat Peet zei, toen zaten we gezellig met z'n drietjes de polka te dansen. Ja. 14 januari, ook echt 14 januari. Dat is precies een week geleden. Ja. Toen steeg die, op 14 januari steeg die van 36.000 naar 39. Net 40 aangetikt. Dachten we, nou oké, we gaan verder. 50 incoming, 60, 70. Plan B die had nog komst. Ja, Fabgansen erbij. Plan B die had nog het punt van... ja, we kunnen straks weer een stip zetten met een gat ertussen, weet je wel. Die had het dan, nog kaartje had hij al klaarstaan. Nou ja, ik denk dat hij de stip in zijn gat kan stoppen. Of zijn gat in zijn stip. Nou ja. Ja. Maar we zitten dus nu een heel weer stuk lager. En dat zou maar zo eens kunnen betekenen dat we dus ook een langere correctie krijgen. En wat je wel vaker ziet is dat dan zie je allerlei ijverige analisten zie je allemaal driehoeken tekenen op de kaart. Keurige geodriehoeken erlangs. Schitterende driehoeken. Maar dat het dan naar beneden uitbreekt en dat het dan bijvoorbeeld toch een flag wordt. Een vlagpatroon. En dat zou kunnen. Als dat zo is, dan zouden we morgen, overmorgen, naar de 27k kunnen. En dan omhoog. Het zou allemaal kunnen. We weten het gewoon niet. FUT kan daar op korte termijn daar een rol bij spelen. Dat mensen die schrikken wat en andere mensen die hadden net een leverage long positie op BitMEX genomen, die worden eruit gestopt, weet je wel. En dan gaat het nog wat lager. Ja, kijk, zolang er nog elke week voor tigduizenden bij Grayscale wordt gekocht, is dit gewoon een tijdelijke accumulatie waarin er eventjes een nieuw evenwicht wordt gevonden. Waar het eindigt, ik denk dat er echt helemaal niemand is die het precies weet. Dus ik zou zeggen, laten we het lekker afwachten. Lekker de setjes stacken. De Bitcoin whitepaper is now proudly hosted on the Square crypto website. Zie je? Nou, kijk, precies, dat moet je hebben. Ik zag er zoveel. Als je daarop zoekt, vind je een hele lijst. Nee joh, maar dat is het mooie. Dus dat is ook altijd het mooie met die FUT. En zeker mensen die al langer in Bitcoin zitten, die al een keer die hele cyclus hebben meegemaakt. Al die FUT dingen zijn al 10 keer langsgekomen. We hebben het al 10 keer over Tether, over energie, over intrinsieke waarde, over verzin het allemaal, over hacks, over reorganisaties, over Forks. Kun je zo gek niet bedenken, over dat verboden gaat worden, over Lagarde die de lelijke dingen over zegt. We hebben alles al meegemaakt en elke keer duurt het even en dan schudt de hond zijn vacht uit en dan is het water er weer af en dan gaan we verder. En de vieze bloedzuigende teken. Ja, precies. De liedjes. Ja, de liedjes inderdaad. De freeriders. Dus, ja, je moet er wat voor doen, jongens. Voor alle beginnende luisteraars die na 2,5 uur... Waar zit je nou mee te spelen? Huh? Waar zit je nou mee te spelen, joh? Dat zijn mijn oude AirPods met een leuk hoesje eromheen. Ja, jongens, dat was het marktupdateje. Nou, voor de luisteraars die zich afvroegen van waarvoor we zo nu en dan toch zeggen van dit onderwerpje doen we wel, dit onderwerpje doen we niet. Na 2,5 uur is het gewoon ook op, weet je. Het is best wel intensief hoor, zo'n podcastje opnemen. Vergis je niet, het is heel leuk. Ik zou niks anders liever willen doen. Maar na 2,5 uur, ja, heb je wel zoiets van we kijken volgende week weer verder. Toch? Ja, dan moet je lichaam ook gewoon eventjes iets doen. Precies, dus dan zou je eigenlijk even staan. Ja, je moet eigenlijk even naar. Er moet ook weer wat uit. Er moet ook weer wat in. Precies. Dat het is gewoon, eventjes goed geweest, zeg maar dan. Ja. Ik zie ook dat ik hier een soort. Ik heb een terrariumpje hier staan of zo. En daar hebben zich weer vliegen die spawnen daar zo nu en dan in. En het is weer raak. Dus ik moet even. Ja, het is niet een spawnpoint. Het is niet Gert-verdemmen, maar dat gebeurt gewoon met planten. Dat is ook alleen maar een teken dat het een gezond ecosysteem is. Maar ik heb wel een hekel aan die beesten. Dus die ga ik eens even kijken hoe ik die weer kopje kleiner kan maken. Ja, ik las dat er tegenwoordig meelwormen legaal geteeld en verkocht mogen worden in Nederland. Dus, maar misschien is dat het gerechtje wat we voor de volgende liveshow dan maar moeten doen. Ja, dat is prima, weet je. Kijk, weet je, ze hadden het erover dat je het maar moest frituren. Ja, weet je. Je kan alles in de frituur gooien met een dikke laag paneermeel. Wordt het lekker. Dus dat meelwormen zullen daar echt geen uitzondering op zijn. Dus nee jongens, top. Thanks weer. Hey Bert, wat ik nou aan jou wilde vragen. Een sneltest, hè? Is dat ook met zo'n ding in je neus of niet? Ja, nog wel. Kut, sorry. Ja, niet nu, maar ik kreeg dus net een bericht van iemand over... Nee, ja, ik weet niet meer precies wat. Maar die vroeg ook of ik iets over Bitcoin wilde zeggen. En die zei, we doen wel een sneltest van tevoren met al onze gasten tegenwoordig. Maar ik hou er niet zo van als dingen in mijn neus gaan. Hey, waar ben je door gevraagd? Ja, door een of ander programma van SBS, schijnbaar. De 5 uur show of zo. Dat is het publiek. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, dat is ook hartstikke leuk. Alleen ik vind een sneltest gewoon niet zo leuk. Ik ga me er niet door tegen laten houden, maar... je kan ook een rectaal doen. Nou, daar heb ik meer ervaring mee, dus graag. Ik zie hem gelijk zijn hoofd springen. Ja. Maar een bepaalde... ja, ik zou zeggen geilheid, maar ik hoop niet dat... dat is het. Is dat jouw hoofd? Oh, oké, laat maar. Nou ja, als er... nee, ga niet. Nee, maar de 5 uur show is leuk hoor, dat moet je doen. Ja, dat gaan we zeker doen. Gaan we daar weer... Als ga jij daarheen, doe ik die test al. Oh, wacht. Ja, dat kan niet helemaal. Hey, ik zat ook te denken, maar goed, dat gaan we nog zien. We moeten kijken hoe we de live show gaan doen aan het eind van de maand, jongens. Maar ik zag dat wij, of die avondklok er nou komt of niet... Hij komt er, las ik net. 9 uur, ja. Vanaf 9 uur. Dus je avondrondje wandelen moet iets eerder, denk ik. Ja, oké, 9 uur kan ik mee leven. Ik vind alsnog, nou ja, goed... Misschien moeten we die discussie maar laten. Maar ik vind het een vervelende... Nee, gaan we niet aansnijden. Maar wat we wel gaan doen, we hebben sowieso uitzondering. Want als je naar een avondprogramma wat live wordt uitgezonden... dan mag het. Als gast. Ja, als gast. Klopt. Nou jongens, ja. Bij deze... Nou, wij zijn gasten, dus en we moeten naar... Nou ja, avondprogramma en het is live. Nee, maar zonder dolle. Volgens mij kom je er echt nog mee weg ook. Het enige probleem is dat eigenlijk helemaal geen probleem. Nou, dan zijn we weer uit. Hier is het voor bedoeld. Nee, maar precies. Wij gaan verdorie gewoon dan mooi die live show maken. Het enige is wat we even moeten organiseren is zo'n briefje. Nou, die wil ik best ondertekenen voor jullie. Rutte die zei toch dat je als je een verklaring ondertekent door jezelf. Toen dacht ik toen zag ik op Twitter ook al berichtjes langskomen waar mensen gewoon... Ik mag buiten zijn. Bart. Weet je wel? vreemd verhaal. Nou ja, goed. Handtekening mezelf. Precies. Ja, maar dat was ook hoe die het zei. Dat is heel, heel vreemd. Maar goed, ja, whatever jongens. We gaan het er niet over hebben. Daar houden we ons buiten. Zoveel mogelijk. Jullie ook, hè? De afgelopen maanden niks mee te maken gehad. Als jij nou eens op die grote groene knop drukt linksboven, dan voordat het escaleert in een... Ja. Dus ik ga jullie nogmaals bedanken, jongens. Ook alle luisteraars. Vind je deze podcast leuk? Join onze Telegram groep. We zitten bijna op de 1000. Jeetje mina, wat is dat snel gegaan. En volg ons op Twitter. Alle links staan op www.satoshiradio.nl. Wil je de artikelen lezen waar we het over hadden? Bijvoorbeeld over intrinsieke waarde van alles en nog wat. Dan kan je op www.lekkercryptisch kijken. Iedereen hier is te vinden op Twitter. Nou ja, goed, whatever. Van alles en nog wat. Doneren kan op de website, kan via Telegram. De noodzaak op YouTube. Elke maandag, 4 uur. Like en subscribe. Ja, Peter, dat is het een beetje, hè, denk ik. Ja, nou, en dus gewoon volgende week live show. Oh ja, shit, hè, dat is al volgende week. Je hebt hem gelijk. Zet hem in je agenda. Zet hem in die agenda, jongens. 8 uur 's avonds gaan we gewoon weer live. We gaan sowieso live. We moeten die hype een beetje opbouwen. Die trein begint te rijden nu. En volgende week gaan we elkaar gewoon live zien. Ja, dat is waar. Dus even voor duidelijkheid. Ook al kunnen wij elkaar niet in het echt zien, dan nog gaan we live. Dan verzinnen we wel een manier. Dus we gaan live. Die live show gaat er komen. En dat zien we wel weer. Bedankt. Tot volgende week. En 8 uur, donderdag, de hoeveelste? 28ste, 8 uur, live show. Bert en Peet, Bartje Mol, signing out. Adios.